Ik heb het idee dat we compleet zijn, hoewel nog niet iedereen op zijn plek zit, maar dat gaat vast in orde komen snel. Welkom bij deze oriënterende ronde. We beginnen uiteraard met agenda punt 1, dat is de opening, bij deze. Het vaststellen van de agenda. Kunnen wij de agenda vaststellen zoals die nu is of zijn daar wijzigingen op? Geen wijzigingen, mooi. Dan zijn we bij punt 3, dat is het spreekrecht. Wij hebben vanavond 3 insprekers. Dat zijn de heren De Lange, Westerhof en Timmer. Zij zullen ook in die volgorde inspreken. Ik zal, wanneer een van de 3 aan de beurt is, dat zeggen. De regels zijn denk ik bekend. 5 minuten spreektijd. Daarna is het fijn als u nog even wilt blijven staan voor het beantwoorden van vragen als de raad die heeft. En ik wil bij deze meneer De Lange vragen om achter het spreekstoel plaats te nemen. Ja. Geachte burgemeester, wethouders, leden van de raad. De vorige keer dat ik hier insprak, vroeg u aandacht voor de aantallen motorvoertuigen op de N34 ter hoogte van de Marslanden. En helaas moet ik dat vanavond opnieuw doen. Het lijvige rapport van Touw, de ingenieur, stelt op pagina 22... dat voor de berekening van de huidige situatie 2014 gebruik is gemaakt van de nieuwe verkeerscijfers van 22 januari 2015 van de provincie, letterlijk geciteerd. Echter, als u op de atlas van Overijssel zou opzoeken, treft u daar hele andere cijfers aan. Geen 12.029, maar 13.044 motorvoertuigen, reëel geteld. In de nota van antwoord wordt gezegd dat het verschil ongeveer 900 is, of 6%. Op mijn rekenmachine kom ik uit op 1015, of 8,5%. De nota van antwoord geeft als verklaring dat Touw met cijfers van een jaar eerder heeft gewerkt, met 2013, omdat die van 2014 pas later beschikbaar kwamen. In 2013 was het weekdaggemiddelde echter 13.289. Het verschil met de 12.000 in het akoestisch onderzoek wordt daarmee nog groter. Loopt op naar 1260, oftewel 10,5%. 12.029 is een getal dat bij 10 jaar geleden hoort, bij 2006. Toen was het weekdaggemiddelde 12.100. Hoe zijn die afwijkende cijfers te verklaren? De provinciale verkeerscijfers zijn bewerkt. Niet door Touw, maar door de ingenieurs van Goudappel Koffeng. Dat kunt u lezen in dat rapport. Deze bewerking wordt in de nota van antwoord een actualisatie genoemd, waardoor de nieuwe waarde beter aansluit op de verkeerstelling. Dat is een hele merkwaardige gedachtegang en je zou kunnen zeggen dat het een pertinente onwaarheid is. De bewerking of actualisatie is een bijstelling naar beneden. Minder motorvoertuigen per weekdag. Dat leidt tot lagere uitkomsten voor het niveau van de geluidshinder. Datzelfde effect wordt versterkt door ook nog eens met veel minder zware motorvoertuigen te rekenen. Een goede 600 in plaats van de werkelijkheid 950. Een afwijking van 50% naar boven. En het wordt nog sterker als je vooral in de geluidgevoelige avond en nacht met de helft minder zware motorvoertuigen gaat rekenen. En deze foute cijfers zijn dan ook nog weer het uitgangspunt voor de prognose van de geluidsoverlast in 2028. Die valt dus opnieuw veel te laag uit. Mijn conclusie is dat het geluidsonderzoek zeer tendentieus is. Alles is erop gericht om de geluidsoverlast voor het akoestisch onderzoek zo laag mogelijk uit te laten komen. Maar de werkelijkheid is dat er gewoon nu dag in dag uit veel meer verkeerd is, veel meer verkeer is, vooral veel meer vrachtverkeer en dat ook nog eens in de avond en in de nacht. Deze bevindingen heb ik besproken met de medewerkers van de provincie en van de gemeente en zij zeggen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. En zoiets staat nu ook in de nota van antwoord te lezen, maar ik hoop dat u zich geen zand in de ogen laat strooien. De nota noemt de afwijking van het aantal motorvoertuigen klein, waar die toch al 10% is. En daarbij gaat de nota voor het gemak niet in op de afwijking van 50% voor het aantal zware vrachtwagens overdag en in de avond en de nacht.
Het is ronduit de vorm van wensdenken als de nota van antwoord stelt dat er geen andere akoestische maatregelen hoeven te nemen dan nu voorgesteld worden. En ook dat het allemaal niet veel uitmaakt, want dat doet het wel. Ik dring er daarom bij u op aan dat u het akoestisch onderzoek als onvoldoende kwalificeert, omdat het met onjuiste gegevens rekent en een misleidende voorstelling van zaken geeft. En twee, dat u een nieuw akoestisch onderzoek laat uitvoeren dat uitgaat van de werkelijke aantallen motorvoertuigen, het werkelijk aandeel vrachtverkeer en de werkelijke verdeling over de dag, de avond en de nacht. De cijfers over 2015 kunt u binnenkort zo van de provincie krijgen. En ten derde zou ik willen voorstellen om deze opdracht dan te gunnen aan een ingenieursbureau dat boven elke twijfel verheven is. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer De Lange. Ik vergat te vermelden dat u inkwam spreken in verband met vaststellingsbestemmingsplannen met betrekking tot de N34, maar dat zal inmiddels gevoeglijk duidelijk zijn. Dat geldt overigens ook voor beide andere insprekers. Zijn er vragen voor meneer De Lange? Meneer Brink, meneer Dogger, meneer Mulder, meneer Bak. Links van mij niemand. Meneer Brink, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde u eigenlijk zeggen tijdens uw inspraak dat er een hoop verwarring is over heel veel cijfertjes. Heel kort samengevat. En waar ik wel even benieuwd naar ben, u heeft contact gehad met diverse medewerkers, geeft u aan. Hè, vanuit Hardenberg, maar ook vanuit de provincie. En zij zouden aangeven dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Hè, de afwijkingen, althans dat hoor ik u zeggen. Kunt u ook aangeven waarom dat in hun ogen niet zoveel uitmaakt? Want die heb ik niet helemaal begrepen. Daar ben ik wel even benieuwd naar hun argumentatie daarover. Hun argumentatie snap ik ook niet goed. Als er, kijk, als het over 10 auto's meer of minder gaat, snap ik ook wel dat je dat niet kunt horen, dat verschil. Maar als het om 1000 motorvoertuigen per dag gaat en veel meer vrachtverkeer, dan kan ik me niet voorstellen dat het niks voorstelt. Het is een erg makkelijke bewering. Het hele geluidsonderzoek wordt nu juist uitgevoerd om het te berekenen. Maar dan kan je toch niet zomaar de getelde verkeerscijfers aanpassen flink naar beneden. En dan met die uitkomst maar gaan rekenen. Dat kan niet. Ik vind dat je van de echte cijfers moet uitgaan. Die zijn bekend. Waarom hou je anders al die dure lussen in de weg en al die verkeersstellingen uitvoeren? Ze beoordelen, analyseren, op internet bekendmaken. Als je er vervolgens niks mee doet. Of als je ze naar believen kunt aanpassen als jou dat zo uitkomt. Ik begrijp dat niet. In de nota van antwoord wordt gezegd, een afwijking van 50%, dat levert iets van 2 of 3 decibellen op. Nou, de afwijking voor het vrachtverkeer is 50%. Dat vind ik nogal wat. Dank u wel. Is uw vraag hiermee beantwoord, meneer Brink? Meneer Dogger, heeft u nog een vraag? Heeft u dat in meneer Brink overgelaten inmiddels? Nee. Okay. Het is wel een aanvullende vraag op wat de heer Brink stelde, want de heer De Lange vraagt om een hernieuwd onderzoek, maar hij heeft hier vaker in gesproken en ik heb wel het idee dat hij aardig in de materie ingelezen is en doorwrocht is met de hele materie. Kunt u zelf ook eens een inschatting maken van wat volgens u dan de effecten zijn wanneer uitgegaan wordt van die werkelijke tellingen? Wat dan de uitkomsten zouden zijn en wat dat voor gevolgen zou hebben voor eventuele maatregelen die getroffen zouden moeten worden? Ik weet het niet, ik kan het niet vertellen. Ik heb de berekeningen in dit rapport, die zijn zo gedetailleerd, die houden met werkelijk alles rekening met de hoogte van de weg ten opzichte van het maaiveld, met harde waterpartijen, met grasland en met bebouwing en met niet-bebouwing. Het wordt voor elke woning afzonderlijk uitgerekend tot 150 meter ongeveer aan weerszijden van de weg. Ja, hoe dat voor elke woning uitpakt, dat weet ik niet. Dat kan ik niet vertellen. Daar hebben die ingenieurs voor. 10 jaar geleden was ik hier voor het eerst. Toen heb ik het zelf gedaan. Met een heel eenvoudig rekentoeltje wat je toen op internet kon vinden. Dat kon u haast niet geloven. Toen hebt u dat door een ander ingenieursbureau, Capabel, herinner ik me, laten uitvoeren. Toen bleek het toch wel aardig te kloppen. Maar die rekenmodule die u toegebruikt hebt, die is niet meer... Die is er nog wel, maar die is eigenlijk alleen voor het grovere werk beschikbaar. Hartelijk dank. Ja? Meneer Mulder. Ja, dank u wel. Meneer De Lange, u geeft aan dat er op dit moment inmiddels alweer veel meer verkeer over de N34 gaat. Dat zijn de cijfers die de provincie u zelf gegeven heeft. Nee, dat zijn de cijfers die ieder burger gewoon op Atlas van Nederland of Atlas van Overijssel kan vinden. Dat zijn de
openbare gegevens van de verkeersstellingen. En die zijn keurig netjes. Dan kun je zelfs aanklikken akoestisch onderzoek. En dan vind je precies voor 2014 hoeveel verkeer er per weekdag over de N34 gaat ter hoogte van de Marslanden. En daar hebt u zeg maar de provincie en de mensen van de gemeente mee geconfronteerd? Ja, en dat vonden ze niet leuk. De mensen van de provincie zeiden zelfs, we weten het en we hebben er bij de ingenieurs op aangedrongen om met de werkelijke cijfers te meten, maar ze vertikten het. Dat zijn de woorden van de medewerkers van de provincie? Nou, niet letterlijk de woorden, maar zo staan ze in mijn geheugen ongeveer gegrift. Dat was de strekking van hun woorden. Ze hebben er meermalen op aangevraagd. Dan kunt mevrouw Bergsma, kunt u daarvoor vragen, van de provincie. Zij heeft er met de ingenieurs over gemaild en gebeld. En herhaaldelijk, en ze hebben geweigerd om dat te doen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn ook al inmiddels beantwoord. U gaf net aan dat het wel 2 tot 3 decibel verschil kan maken. U zit al langer in het dossier. En heeft u het gevoel dat de maatregelen die nu getroffen worden daarvoor ook afdoende zijn? Of zouden er andere maatregelen getroffen moeten worden? Ik denk dat als er meer lawaai is dat je meer maatregelen moet treffen. Want de maatregelen zijn tot het uiterste beperkt, zo minimaal mogelijk. Ja, want u heeft wel een inschatting gemaakt van de hoeveelheid meer geluid. Heeft u ook een inschatting gemaakt van de hoeveelheid meer maatregelen? Die nee, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik vind het wel absurd dat je met cijfers van 2006 gaat rekenen voor de situatie van 2014 en dan 2015-16. Tot en dat je die cijfers gaat doorrekenen voor 2028. U houdt hier een heel helder verhaal over cijfers, al dan niet kloppend. Mag ik u eens vragen waar nu daadwerkelijk uw zorg zit? Mijn zorg zit dat er veel te veel lawaai is en komt. En ik hecht eraan om met de juiste cijfers te rekenen. Omdat de plannen worden berekend voor weekdagen gemiddeld. En dat is wat anders dan werkdagen. Het echte verkeer gaat op de werkdagen voorbij. Op de werkdagen is er veel meer vrachtverkeer en veel meer personenverkeer. Als je dat drukke verkeer mag verdunnen over ook de weekenden, dan kun je wel nagaan dat er minder lawaai is. Als je dat verdunde getal er ook nog eens een keer, als je daar ook nog eens een keer de foute cijfers voor gebruikt van 10 jaar geleden, dan vind ik dat je elkaar gewoon geweldig voor de gek houdt. En ook de bewoners die daar vlakbij wonen. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Luiten. Ik had een beetje dezelfde vraag, maar misschien kunt u dat nog iets concreter beantwoorden. Wat zijn de gevolgen voor de plannen als uw cijfers zouden kloppen? Die nu voorliggen. De plannen, nee, die kunnen wat mij betreft allemaal gewoon doorgaan. Maar ik denk dat er iets meer qua geluidsdemping zou moeten gebeuren. En als dat niet haalbaar is, ja, misschien moet je dan een stukje 80 kilometer wegmaken of zo. Maar ja, ik weet niet welke oplossingen, daar gaat u over. Dat begrijp ik, maar ik dacht misschien heeft u een goed inzicht in. Dank u wel. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, we leggen de weg verdiept aan. Of we maken er een stuk vierbaansweg van. Of we overkappen de hele zaak. Dat laat ik allemaal aan u en de provincie over. Maar u weet, er gaat veel meer verkeer over de weg nu al. En ook veel meer vrachtverkeer dan dit mooie rapport u wil doen geloven. En dat is een behoorlijke afwijking. Dank u wel. Duidelijk, hartelijk dank. Volgens mij zijn er geen vragen meer voor u. Dank u wel. Oké, nou u ook bedankt. Dan wil ik vragen of meneer Westerhof achter de spreekgestoel wil plaatsnemen. Dank u wel. Geachte raad van de gemeente Hardenberg. Ik spreek hier over 2 zienswijzen, namelijk nummer 2 en nummer 10. Tevens wil ik met u onze ervaringen delen omtrent burgerparticipatie aangaande de plannen van de N34 en de manier van onderhandelen van de provincie. Allereerst de zienswijze nummer 2 en nummer 10. Er wordt bij herhaling verwezen naar akoestisch onderzoek dat er geen extra geluidsoverlast mag worden verwacht. Er zijn berekeningen uitgevoerd aan de gevels van de woning. Er wordt gesteld dat de normen niet overschreden worden en dat er driedimensionaal gemeten is. In het akoestisch rapport lezen we dat er berekeningen zijn bij de gevel die het dichtst bij de N34 staat. Bij sommige huizen is dat de noordkant en de zuidkant. Dit lijkt mij niet helemaal te kunnen kloppen. Dat het is geluid van de N34 en dus niet van de toegangsweg naar de Boshoek.
Verder lezen we dat er geen rekening gehouden is met optrekkende voertuigen. Wij willen graag het rapport zien waarin staat dat er geen geluidsoverlast komt van een nieuw aan te leggen toegangsweg naar de Boshoek. Omdat het akoestisch rapport hier niet over gaat. Kortom, het is een algemeen onderzoek en niet specifiek op deze situatie. Hoe moeten wij dan vertrouwen dat de uitkomsten ook gerealiseerd worden en dat er geen extra overlast of vervuiling van licht en fijnstof optreedt? Onze vraag is dan ook, wordt er geluidsreducerend asfalt gebruikt bij de toegangsweg naar de Boshoek? Het verkeer op de huidige N34 wordt er niet minder op, integendeel. Ondanks de onbegrijpelijke besluiten van de provincies, provinciale staten ten aanzien van de N340, blijft men binnen de norm, maar de hoeveelheid fijnstof neemt wel toe. Al gelooft u nu werkelijk dat er minder verkeer over de N34 gaat dan op dit moment? Dus we krijgen wel degelijk meer fijnstof over ons heen dan de uitstoot die we nu hebben. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hellingnemende voertuigen in de tunnel. Doordat de Hessenweg afgesloten wordt voor autoverkeer, is er minder overlast wordt gesteld. Inderdaad, het sluipverkeer zijn we in ieder geval kwijt en het verkeer richting Boshoek zijn we ook kwijt. We krijgen daarvoor wel wat terug. Al het verkeer wat richting Boshoek gaat, gaat nu langs onze achtertuinen. En ook het verkeer wat nu via de Achterkampweg naar de Boshoek gaat, komt langs onze achtertuinen, juist het deel van ons erf waar veel geleefd wordt. Ik heb het dan nog niet eens gehad over de mogelijke extra lichtvervuiling. Men zegt, die is er niet. Terwijl wij animaties hebben gezien dat hier wel degelijk lichtoverlast is van een deel van de Hessenweg. Natuurlijk, men gaat beplanting aanbrengen, maar dat houdt maar een deel van het licht tegen, afhangende wat men gaat aanplanten. Er wordt gesteld dat de tunnel niet door, maar langs de S wordt aangelegd. Als dit klopt, zijn we heel erg verheugd. Volgens ons en de kaarten die we hebben gezien, gaat de tunnel net op het hoogste punt van de S onder de N34 door en gaat met een scherpe bocht door het overgebleven deel van de S. Men wil de tunnel inpassen in het landschap, maar wel een afrasting plaatsen ter bescherming van de folielaag onder de tunnel. Waarom hier geen landschapsvriendelijke afscheiding gemaakt? Of vindt u een groen herrishekwerk ook al landschapsvriendelijk? Uiteraard zijn wij blij dat de snelheid in de tunnel 50 kilometer wordt, dat er een nulmeting wordt gedaan voorafgaande aan de werkzaamheden en overleg met de bewoners. We hebben als buurt geprobeerd om de bedreigingen van de tunnel om te vormen naar een uitdaging, door er een parkachtig gebied van te maken. In de eerste instantie stond men daar heel erg positief tegenover. Maar de volgende bijeenkomst was van die positiviteit niets veel meer over. Er zou nu gras ingezaaid worden. Dit is een van de, nou noem het, frustraties die we als bewoners gedurende de periode van voorbereiding hebben ervaren. U, de politiek wil burgerparticipatie. De praktijk is dat de burgers veel mogen zeggen, maar dat er niet of pas naar zeer zware druk wordt geluisterd. Sterker nog, als onze buurt niet zo vasthoudend was geweest, was Hardenberg, maar vooral de provincie Overijssel, de komende jaar vast in het programma Kan Niet Waar Zijn opgenomen. Er zijn focusgroepen ingesteld waarna herhaaldelijk aandringen summiere verslagen zijn gemaakt. Ook van overleggen waaraan wij steeds hebben deelgenomen, zijn geen verslagen gemaakt. We moeten maar altijd afwachten hoe onze inbreng vrij wordt vertaald. U en statenleden hebben bezoeken gebracht aan ons gebied, wat niet heeft geleid tot meer luisteren naar de bewoners. We nemen het mee, wordt gezegd, en daar blijft het bij. Mede door het ons afgedwongen second opinion rapport heeft geleid tot een veiliger tunnel dan de oorspronkelijke plan. Helaas kostte de gemeenschap en ons als burgers veel energie en geld. Inspraak is nuttig en goed voor het draagvlak, alleen lastig voor de uitvoerders. Met name de provincie is er een kei in om haar eigen, nou noem het maar eigenwijze plannen, in dit geval foute plannen, te blijven volgen. Tot slot enkele opmerkingen over het proces van grondverwerving. Men geeft overal aan, we willen er in de minne uitkomen. We vergoeden de eventuele schade ruimhartig. Ook in de noten van antwoord wordt dit aangegeven. Ook hier is de praktijk helaas anders. De provincie betaalt niet alle schade, houdt zich niet aan de afspraken en overtreedt haar eigen regels en termijnen. Dit is niet alleen mijn ervaring, maar gelezen in de nota lijkt het wel structureel. Als de overheid het zwaarste middel van stal haalt om haar plannen te realiseren, namelijk het bezit van burgers afpakken, hoort men zich niet zo te gedragen. Afsluitend concludeer ik dat het op papier heel mooi staat, maar dat er van maatwerk geen sprake is. Wij willen graag dat er aanvullend onderzocht wordt en toezicht wordt gehouden over de toename van geluid, vervuiling en licht ten opzichte van de huidige situatie. We bepleiten de
We bepleiten de huidige geluiddempende effecten van de est te waarderen en te trachten deze te behouden door de est in ere te herstellen waar deze medio vorige eeuw is afgegraven. We pleiten voor geluidsreducerend asfalt in de tunnel en echte inspraak over de inrichting van het gebied rond de tunnel en onze straat. Dat was het. Dank u. Meneer Westerhof, dank u wel. Als u nog even wilt blijven staan, zijn er vragen voor meneer Westerhof? Geen vragen voor meneer Westerhof? Ja, ik zie de heer Mulder. Ah, meneer Mulder. Ik begrijp dat u een slechte ervaring hebt met de provincie, maar in hoeverre hebt u uw ervaring ook gedeeld met de bestuurder bijvoorbeeld van de provincie? De bestuurder is zelfs bij ons thuis geweest, de vorige bestuurder, meneer Kok. En die heeft een rapport overhandigd, de Second Opinion rapport, persoonlijk aan ons. En dat is eigenlijk in overleg met statenleden, die hebben druk uitgeoefend op de toenmalige gedeputeerden. En wij hebben toen daar ook in gesproken. En in dat rapport, in het Second Opinion rapport, stonden de pijnpunten die wij eigenlijk altijd al hadden aangegeven. En daar hebben ze de tunnel, althans de aanleg van de hele tunnel en de weg daar naartoe, op aangepast. Maar dat is wel met zeer zware druk gebeurd. En ja, je kunt niet van alle burgers verwachten dat ze zo inventief en zo vasthoudend zijn. Als wij niet zo vasthoudend waren geweest, had de tunnel er wel anders uitgezien. En was het waarschijnlijk minder veilig geworden dan dat hij nu gaat worden. Dus wel een vorm van burgerparticipatie. Dat is een vorm van burgerparticipatie. Maar nou, ik kan u een anekdote vertellen. We kwamen hier op het gemeentehuis samen. Toen hadden ze exact hetzelfde plan als het daar inzage lag, lieten ze ons zien. Toen moesten wij nog weer met het rapport, wat we dus overhandigd gekregen hadden van de gedeputeerden, laten zien aan het bureau. Kijk, dit hebben de statenleden aangenomen, statenleden breed zelfs. En dit heeft de gedeputeerde aan ons overhandigd op 19 november 2013. En u hebt er niets mee gedaan. Toen ging er een half jaar overheen en toen werd het plan pas aangepast. Dus ik snap niet waarom dat zo lang heeft moeten duren. Dus nog steeds, ook al hebben de staten iets besloten, is er nog... moet je heel erg alert zijn om de dingen voor elkaar te krijgen die je voor elkaar wilt hebben en waar je gelijk in hebt gehad. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag doorgaan even op het burgerparticipatie, wat net ook even door de ChristenUnie is aangekaart. Aan u de vraag, meneer Westerhof, van hoe had u graag gezien dat het gelopen was? Want u geeft aan dat aan burgerparticipatie is namelijk dat u heel hard aan de bel heeft moeten trekken en heel veel voor heeft moeten doen. U geeft ook een aantal negatieve signalen weer, maar ik zou dan toch van u eens horen van hoe het volgens u had gemoeten. Nou, het ene voorbeeld hebben we net genoemd, dat zal ik niet weer herhalen, dat is duidelijk. Het andere punt is, wij hebben op een gegeven moment als buurt, ik praat namens de buurt, gezegd van nou, die tunnel is een gegeven. Of je er tegen bent of niet, het besluit is genomen, is democratisch, moet je mee akkoord gaan. Punt. Hebben we ook aan de buurt verkondigd. Op dat moment zeggen we willen van die bedreiging een uitdaging maken. Dus als we nou van het gebied een wat mooier gebied maken, dat is zeg maar een stip op de horizon. Zou het dan ook voor de buurt dat nadeel niet een voordeel kunnen werken? En dat hebben we geprobeerd ook het was zoals in deze zaal geloof ik, duidelijk te maken. Daar reageerde men positief op. Niet dat ik een uitgewerkt plan had, maar we hadden een idee. En alles begint met een idee. Alleen de bijeenkomst later was van het idee echt niets meer over. Toen werd er in één keer gras ingezaaid. Men zei, het moet een open S-landschap worden. Toen heb ik ze wel gevraagd van, heb je ooit wel eens een S gezien, een vroegere S, waar gras op staat? Nee, daar staan alleen akkerbouwproducten op. Maar goed, dat wisten de landschapsheren nog niet zo goed. Misschien zijn ze niet zo vaak in Drenthe geweest, daar zijn ze wat meer bekend met Essen. Maar goed, ik vind wel jammer dat er toen niet is gekozen voor een soort... ja, noem het maar werkgroep van met bewoners en deskundigen. Want bewoners zijn geen deskundigen. Die hebben wel ideeën, maar die kunnen het niet uitwerken. Om daar tot iets moois te komen. Dat vinden we wel heel erg jammer als buurt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Westerhof. Voor uw inspraak. Meneer Timmer. Voorzitter, dank u wel. Geachte college en leden van de raad... Eigenlijk had ik hier niet moeten staan, als volgens afspraak was verlopen. Maar helaas. Aan de orde is nu de tunnel in de Willemsdijk. En als direct aanwonende, CQ enkel belanghebbende, wil ik daar graag een paar onderdelen onder uw aandacht brengen. Al vanaf het begin ben ik betrokken bij de ombouwing van de 34, eerst ook als de focusgroep.
voor 6 jaar terug. Daar hebben ze ook ideeën en zienswijzen ingebracht. En er zijn ook ingediend naar de provincie toe. De plannen zijn nu gereed en voor de 2 laatste rondes worden deze aan u als gemeenteraad dan ook voorgelegd. En wat ons betreft is de punt 1 van de reactie van de gemeente, die is u in uw brief heeft staan. Het verplaatsen van de inrit naar achteren zal nu opgenomen worden in het bestemmingsplan, maar ook de aanleg en de verradding door de provincie daarvan. En daar zet ik een vraagteken bij. Compleet opgeleverd tot aan onze perceelsgrens, zoals destijds is afgesproken. En die duidelijkheid qua omschrijving, die mis ik hier nog een beetje in. Want het gaat om een heel klein stukje verharde weg tot aan onze perceelsgrens. En volgens de provincie destijds zou dit de zijnde tijd in zijn totaliteit meegenomen en gerealiseerd worden middels de aanbesteding van bestek en uitvoering van de werkzaamheden. Dan graag wil letten hier even op dat het goed komt. En punt 2, ook in de reactie van de gemeente. De met steen gevulde schanskorven worden vermeld en met groen blijvende begroeiing. Tijdens de gesprekken kwam de provincie zelf met deze optie van schanskorven. Dat is toen gebeurd in combinatie met de adviesbureaus, ingenieursbureaus, die erbij betrokken waren. En op de laatste bij mij bekende tekening staan die daar ook opgetekend. Maar helaas voor minder dan de helft van de tunnellengte en niet zoals afgesproken was over de gehele tunnellengte van de noordzijde van de Willemsdijk. Het gaat hier ook alleen maar om de westkant van de tunnel, dus de kant langs de woning van onze kant, zeg maar. In deze noord hadden we alleen maar vermeld dat er een afrastering van palen komt met enkele draden. Dus ik vind van de hele schanskorven niks meer terug. Dat is lekker handig als je het zo aangegeven hebt. Maar we hebben toen gezegd met de mensen van de provincie, wij hebben verder geen bezwaren. Als je aan deze 2 dingen kunt voldoen, dan gaan wij er wel akkoord mee. Ik vind dat prima. Want hoe eerder die tunnelbak er komt, des te beter het is. We hebben veel te veel problemen voor de deur gehad met negatief afloop. Maar goed, we krijgen dit nu 1 keer heel anders gepresenteerd. En dan zoals in punt 2, de reactienota van de gemeente. De geluidstoename van N34 mag dan wel voldoen aan de wet en regelgeving volgens de gemeente. Maar die schanskorven hebben nog geen invloed op de N34. En daar gaat het ons ook niet om. Het is mijn inziens een verkeerde interpretatie. Het gaat juist om het geluid vanuit de tunnel. En het geluid bij het in- en uitrijden van de tunnel, wat naast ons gelegen perceel en de woning ligt. En dan bij duisternis heb je ook nog 1 keer die indraai vanaf de weg, dat de lichtflitsen steeds naar de woning toe hebt. Het is allemaal een beetje irriterend. Kijk, en door middel van die schanskorven, die dan bij die begroeiing daar geplaatst worden, dan kun je dat helemaal voorkomen. Zoals aangegeven wordt deze geluidsoverlasting niet verwacht, maar op die problemen kun je wachten. Er wordt straks wel een drukkere en veelgebruikte route door die tunnel. Als ik nu al zie wat er allemaal door de bossen gaat, en straks is die weg mooi verrad, nou, dan wordt het alleen maar anders wel. En daarom is ook een goede functionele afscherming voor de Willemsdijk Noordzijde hier op zijn plaats. Want alle groen wordt letterlijk en figuurlijk platgezaagd waar die tunnel komt. Het is een stukje kaalslag. En als je daar nou door middel van deze schanskorven een stukje groen al voorhand neer kunt zetten, dan scheelt dat een heel stuk. In het jarenlang durende voortraject met de bureaus en de provincies en de medewerkers, de zaken ter plaatse, ook inhoudelijk bekeken en de suggesties als wens van hun, hebben we later ook als voorwaarde dan maar overgenomen. En zijn dan toen volgens mijn optie goed afspraken uit voortgekomen. En die zijn in de vervolgcorrespondenties ook nog eens schriftelijk bevestigd naar de provincie toe. Maar daar vind ik nu niets meer van terug. Vanuit onze positie gezien ervaren wij ons als de zwakste schakel in dit traject. Ook al omdat in het raadsvoorstel onder de deel planning zie dat de provincie inmiddels begonnen is met de aanbestedingsprocedure. En daarin zijn de schanskorven blijkbaar niet opgenomen. En heeft het nog wel zin dan dat ik hier nu mijn inspraak mag doen? Ik moet wel zeggen, de onderlinge contacten in overleg met ambtenaren van de provincie, die waren altijd goed. En vandaar hebben we ook gewoon gezegd, nou, we kunnen goed samenwerken. We doen dat op die 2 punten. Maar nu achteraf gezien loopt het er anders, dat hebben we niet verwacht. Maar goed, dat kan ook wezen dat ze met die suggesties naar Zwolle zijn gegaan en tegen de wind in gegaan zijn, dat die ideeën allemaal weggewaaid zijn. Dat is een mogelijkheid natuurlijk. Hè? Maar goed, er zijn natuurlijk in die gedurende die 6 jaren is er ook al heel wat veranderd. Er zijn steeds verschillende ambtenaren geweest, zelfs de gedeputeerden zijn we nu al met de 4e bezig. Maar goed, dat mag geen probleem wezen dat de gegevens weg zijn.
In een brief aan de provincie aan ons gericht staat vermeld dat afspraken schenden kan leiden tot een vertrouwensbreuk. En volgens mij geldt dat wederzijds. En voor ons geeft dat in deze visie van een open overheid naar ons toe een negatieve belevingswaarde waar wij niet gelukkig mee zijn. En wat ons betreft, zeg ik waar ik straks al zei, mag die tunnel er snel komen, want veiligheid gaat boven alles. Maar dan wel volgens de gemaakte afspraken. U heeft nog een minuutje, meneer Timmer. Ik heb mijn breiwerk bijna af, dank u wel. Letterlijk en figuurlijk. vandaar ook mijn uiver voor de doortrekking van de Zandberg tussen de Oldemeijerweg en de Grote Beltenweg. Want daar wordt de tunnelbak nog intensiever gebruikt, hè, met alle sluifverkeer, wat er dan langs kan komen. En vandaar vind ik ook een belangrijke afscherming van de grensafscheiding, ook heel belangrijk daarvoor. Maar gemeenteraad, ik wens u de wijsheid en de juiste inzichten toe om dit op een goede manier uit te kunnen voeren. Want het hele project overziende is een duurzame investering waar wij en die ons volgen hopelijk tientallen jaren verder mee kunnen. Voor nadere inlichting mag u altijd bij me langskomen en mag hier ook... Mag ik niet zeggen. Het woord is nu, voorzitter. Dank u wel. Als u nog even wilt blijven staan, zijn er vragen voor meneer Timmer? Meneer Mulder, mevrouw Baarslag. Verder niet. Mevrouw Baarslag. Nou, meneer Timmer, een mooi pleidooi. Sluikerreclame. Heel erg mooi. En we komen eigenlijk een beetje tot de ontdekking. U zegt van, we hebben afspraken over gemaakt en het loopt al zo lang. Bij de provincie loopt het goed, u heeft daar een gewillig oor. En dan van hier naar Zwolle in de wind is alles in één keer weggewaaid. Nou, we mogen toch hopen dat dat niet zo is. U heeft het over de Schanskorf, daar heeft u vast nog een keer en nog een keer en nog een keer opgehamerd. Wat was daar de reactie nou op? Want die Schanskorven schijnen toch een hoop problemen op te lossen. Ja, dat doet het ook. En dat was ook dat het zelf door het ingenieursbureau ook aangedragen werd, hè, die schanskorven. Die kun je in verschillende gradaties krijgen. Is een beetje variëren naar de inloop van de tunnel. Dus als de tunnel vooraan zeg maar, begint, dan zet je het wat hoger neer en dan verder naar achteren kun je zo lager gaan staan. U heeft het vast bij de provincie en bij de gemeente ingebracht. Ja, ja. En nou staat het er dus niet in het rapport. En wat is het antwoord geweest toen u daar nog een keer naar vroeg? Nou, op die ingediende zienswijze naar de provincie toe kwam er nog geen duidelijk antwoord over. Dus ik denk, ja goed, dat komt misschien de volgende keer nog weer, maar... Dus, ja, helaas. Dank u wel. Echt in de mist opgelost dus. Nee, tot zover is er niks gebeurd, nee. Dank u wel. Meneer Mulder. Ja, dank u wel. We praten nu over een bestemmingsplan. Maar hebt u al tekeningen gezien waar exact alles keurig ingetekend is, datgene wat de provincie wenst te gaan doen met betrekking tot de inrichting van de Willemsdijk. Ja, maar een tekening waar de complete inrichting op staat die getekend is door de provincie. Ja, dus in opdracht van de provincie is in Arcades gegaan en daarvoor was het een bedrijf in Deventer. Dat was ook al twee verschillende. Ja, maar... Ja goed, waar het mij om gaat van is er al een weginrichting en heel nadrukkelijk laten zien. Want wat ik op de tekeningen heb gezien is alleen maar een gebied wat aangewezen wordt als weg. Ja. En voor de rest heb ik nog niks gezien. Nou, het is met stippenlijn aangegeven wat voor de gemeente van belang is met wat het bestemmingsplan betreft. Volgens mij moet er straks nog een tekening komen waar precies alles op geschreven staat. Wellicht zal er nog één achteraan komen, dat zou best kunnen. Kijk, en dat is het, denk ik het moment voor u om dan te kijken van, hey, zie ik nu alles terug wat mij is toegezegd? Dat kan ik. Nee, maar ik dacht dat dit nu de laatste ronde was voor ons om dat kenbaar te maken. Omdat u over 14 dagen moet beslissen, hè? Wij beslissen over 14 dagen over het bestemmingsplan. Dat we de bestemming geven aan dat gedeelte van de weg zoals die nu is benoemd. En dan komt er later pas de tekening. Ja, ik begrijp ook dat niet alles bestemmingsplanplichtig is wat hier verwerkt moet worden. Maar in dit geval denk ik wel. Hè? Dus... We zullen straks wel van de wethouder nog horen. Als er verder geen vragen meer zijn van meneer Timmer, dan wil ik u hartelijk danken voor uw inspraak. Graag gedaan. Wilt u op het knopje drukken voor de microfoon? Eventjes, dank u wel.
Dan zijn wij nu toe aan de behandeling van agenda punt 4 en dat gaat over diezelfde N34, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Luiten, meneer Rodemond, meneer Bak, meneer Odink, mevrouw Baarslag en meneer Brink. Ik begin links van mij, mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn op zich heel blij dat die N34 nu toch echt wordt aangepakt. Want goede verbindingen zijn natuurlijk van levensbelang voor een gezonde economie. Dat is leuk. Maar wij zijn daar vooral heel blij mee dat dat goed is voor de werkgelegenheid in Hardenberg. Dus een goede N34 is belangrijk zowel voor de huidige inwoners als voor de toekomstige inwoners van onze gemeente. Maar we zijn ons natuurlijk wel heel erg bewust dat deze plannen voor sommige mensen die langs die N34 lopen soms wel heel ingrijpend kunnen zijn. En we vinden dat we dat als gemeente zo netjes mogelijk moeten oplossen. Het is belangrijk voor het algemeen belang, maar dat neemt niet weg dat het op persoonlijk niveau soms hele grote nare gevolgen kan hebben. We vinden het belangrijk dat die bezwaren en nadelen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld. Of het nou gaat om geluid, om licht, uitzicht, grondgebruik of grondverwerving. En we willen heel graag van de portefeuillehouder horen of welke inspanningen wij als gemeente hebben gedaan om die nadelige gevolgen zo klein mogelijk te kunnen houden en waar mogelijk te compenseren. En ik wil ook heel graag van de portefeuillehouder horen of hij vindt, of hij van mening is dat we daarin ook het uiterste hebben gedaan wat je van ons als gemeente kan verwachten. Ik denk daarbij aan mitigerende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid en lichtoverlast. Maar ik, zeker gezien de verhalen die we net hebben gehoord, kan ik me ook zo voorstellen dat we bij de provincie nog eens zijn opgekomen voor de belangen van onze inwoners die op deze manier last hebben van dit plan. En tot slot, we begrijpen dat het hier om een autoweg gaat, maar we vragen toch nog wat extra aandacht voor fietsers. Met de opmars van de elektronische fiets, of elektrische fiets moet ik zeggen, ik heb niet zo heel veel verstand van fietsen, maar gaan mensen over steeds langere afstanden met de fiets naar het werk. En daarbij is een goede fietsroute van heel groot belang, heb ik me laten vertellen. En dat is zelfs een voorwaarde. We hebben daar eerder in het jaar ook al aandacht voor gevraagd. En nu die N34 toch op de schop gaat, is dit een mooi moment wat ons betreft om de fietsroute langs het traject ook nog waar mogelijk te verbeteren. En we vragen de portefeuillehouder dan ook om die overwegingen mee te nemen in de voorliggende plannen. En waar dat kan ook de fietspaden, de fietsroute te verbeteren. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Mijn vragen aan de wethouder gaan met name over het eerste deel van mevrouw Luitens inbreng. De inspanning die je als gemeente of als overheid zou kunnen doen om inderdaad de bezwaren van direct omwonenden zoveel mogelijk weg te nemen. De verhalen zijn ons niet onbekend en blijven wel enigszins terugkomen. In datzelfde licht wil ik graag wijzen op een artikel wat vandaag op nrc.nl is verschenen. Sorry, de website van het Nieuwsblad dus. En daarin wordt ingegaan op de weg van de toekomst. En een van de voorbeelden in het artikel sprak mij zeer aan en wil ik eventjes aan de wethouder voorleggen als een mogelijkheid. Met daaraan dus gekoppeld de vraag, is de wethouder bereid om hier nader naar te kijken in het licht dus van de bezwaren die de direct omwonenden hebben gedaan. Het betreft energieopwekkende geluidsschermen die als proef zijn geplaatst bij Den Bosch door onder andere het bouwbedrijf Heijmans. De proef duurt tot juni van dit jaar en de eerste resultaten lijken erg voordelig uit te pakken voor wat betreft de energieopwekking. Mijn vraag nogmaals is concreet, is de wethouder bereid om te kijken naar mogelijkheden om dergelijke maatregelen ook hier toe te passen, zodat we aan de ene kant ons duurzaamheidsbeleid wat versterken en aan de andere zijde dus de bezwaren van de direct omwonenden mogelijk wat meer wegnemen. Daar wilde ik het even belaten voor nu. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Mijn reactie sluit heel erg aan bij de reactie van mevrouw Luit en van de heer Rodemond. Van onze kant ook de vraag wat er vanuit zowel gemeente als vanuit de provincie gedaan is om
burgers maximaal te laten participeren. Mede naar aanleiding van de verhalen die de insprekers hier hebben laten horen. Een tweede vraag die bij mij opkomt, en dat gaat even over geluid en over de belasting van de weg. Er is heel veel met getallen gegogeld door de eerste inspreker. Ik wil in ieder geval daar graag een reactie op van de wethouder. Maar ik wil ook graag een reactie op de toekomstige ontwikkelingen. Want ik kan me zo voorstellen dat met elektrisch rijden en vrachtauto's enzovoort, dat dat allemaal verandert en dat dat ook een bepaalde consequentie heeft voor het geluid. En hoe de wethouder daar tegen aankijkt en of daarop geanticipeerd kan worden. Daar wil ik het voorlopig even bij laten. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we het over de nut en de noodzaak voor het opwaarderen van de N34 naar een veilige regionale stroomweg niet meer hoeven te hebben. Die noodzaak die is heel erg aanwezig voor Hardenberg. Ondanks een aantal insprekers en ook wat andere geluiden, waar ik straks nog even op terugkom, hebben we toch het idee dat zeg maar, het een en ander in het voorliggende plan zorgvuldig tot stand is gekomen. In samenspraak met en tussen de gemeente Hardenberg, plaatselijke belangen, omwonenden, welstandscommissies en ook de provincie Overijssel. En ook nog zelfs met de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden. En het goede nieuws is dus dat, zeg maar, dat wij nu uiteindelijk na zoveel jaren een N34 krijgen die opgewaardeerd wordt naar 100 km per uur en met een ongelijkvloerse kruising. Ondanks die zorgvuldige manier van afstemmen zijn er toch ook al een aantal zienswijzen. En juist naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij nog een aantal vragen naar de wethouder. Met name daar waar het gaat over zeg maar, de inbreng ook van meneer De Lange, willen we toch de vraag stellen aan meneer van de wethouder van, om klip en klaar duidelijkheid te geven voor wat betreft zeg maar, de onjuistheden en over de verkeersintensiteiten, de tellingen van deze cijfers en de onderzoekers. En misschien wel een vraag aansluitend aan deze vraag, hè, of de wethouder daar zijn mening over geeft, ook nog wel de vraag van... Zou de wethouder openstaan om nog aanvullend een akoestisch onderzoek te laten doen op basis van de huidige cijfers? Ondanks dat zeg maar, deze partij niet heeft ingesproken, is er ook een zienswijze gekomen van Takken de Jonge uit Holthonen. En ook daar hebben wij een vraag over naar de wethouder. Waarin wordt beweerd dat de bestemmingsplannen van 24 mei 2011 en de partiële herziening van 24 juni 2014 er geen sprake zou zijn van een nieuwe of een verlengde reconstructie van de Scheerseweg. Ook die bewering, wat zeg maar ook aan hier blijft kleven en blijft hangen, willen we graag de reactie van de wethouder hebben. Daar willen we het in eerste instantie bij laten voor deze ronde. Dank u wel. Mevrouw Baarslag. Ja, voorzitter. Ja, ook Leef van Hardenberg is natuurlijk heel blij dat hij en 34 wordt aangepast, want we hebben daar al jaren voor gevochten, laten we gewoon eerlijk zijn. En die 100 kilometer weg is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het vrachtverkeer kan niet harder dan 80, dat is even een knelpuntje, maar goed. Ik heb dat verhaal ook gelezen, alle zienswijzen, en dat van meneer Jansen, dat kwam er toch wel uit. Want hij zegt, het verkeerde cijfermateriaal wordt gebruikt. Ik heb erop aangedrongen bij de provincie, die zeggen, wij hebben er ook op aangedrongen bij het onderzoeksbureau. Ja, het is een beetje raar hoor, want een afwijking van 50% op het geluid van vrachtauto's, dat is best heel veel. Dus mijn vraag is inderdaad ook, wethouder, hoe kan dit nou eigenlijk? Nou, de heer Westerhof heeft het ook gehad over, ja, het gaat allemaal over geluid en over licht. En bij de Hessenweg zijn er toch wel wat problemen over. Daar wil ik graag ook iets van de wethouder over horen. Ja, en meneer Timmer heeft het, maar dat is dan voor het verdere verhaal. Hij zei, ja, ik heb het ingebracht, ik vind het nergens weer. En wat mij ook in het hele verhaal van alle drie de insprekers opviel, een van hen noemde dat er verslaglegging, oh, dat was de heer Westerhof, verslaglegging werd gedaan van de gesprekken, het overleg met de gemeente, en dat daar helemaal niets van teruggevonden is. Dus op zich natuurlijk een hele rare situatie. Ik zou graag willen dat de wethouder er iets over zei. Dank u wel. Meneer Brink. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, als laatste, dus dan is er al wat al veel gras voor je voeten weggemaaid.
Maar ook wij als CDA zijn natuurlijk blij met de huidige ontwikkelingen aangaande de N34. We zijn blij dat er nu eindelijk eens een keer iets gebeurt. En dat zal uiteindelijk de veiligheid en de doorstroming van de weg ten goede komen. Althans, dat is onze mening en overtuiging. In 2006 is de weg van het Rijk naar de provincie gegaan. En de toenmalige gedeputeerde, de heer Klaassen, voelde zich tijdens de overname, en ik citeer hem, in het pak genaaid. Is dit de reden waarom de Hardenberg 1 miljoen bijdraagt aan de N34? Dat is een vraag die wij zouden willen stellen aan de wethouder. En waarom is er, mevrouw de voorzitter, niet besloten om samen met de provincie Drenthe over te gaan tot de aanleg van een vierbaansweg? Bij punt 1.5 wordt gesproken over de over de verhardingsbreedte van de weg. En er wordt gesproken over 8,5 meter en er komt een obstakelvrije zone van 8 meter aan weerszijden. Onze vraag is hoe dat gaat in het kader van het viaduct ter hoogte van Aanen. Ontstaat hier geen zogeheten flessenhals? Dan de bereikbaarheid van de Menen. De Marsweg wordt net zoals de Teunisbrug afgesloten. Ziet de wethouder nog mogelijkheden om met de Beltmansbrug te verbreden voor onder andere landbouwverkeer? De tunnel op de Lentersdijk wordt gerealiseerd en daar zijn wij erg blij mee. Wij willen dan ook de inwoners en de omwonenden en alle betrokkenen complimenteren en gaan de realisatie hiervan. Zij hebben zich hiervoor nadrukkelijk ingezet. Dan punt 4.7, de geluidshinder. En de inspreker, meneer De Lange, die heeft ons hier uitvoerig over geïnformeerd. Wil de wethouder, en dan sluit ik aan op mijn collega's van de ChristenUnie, nou eens klip en klaar aangeven hoe de onderzoeken zijn gelopen en wat nou de juistheid is van de getoonde cijfers. Daarop willen wij graag een reactie ontvangen van de wethouder. En waarom, mevrouw de voorzitter, zit het akoestisch rapport niet bij de stukken? Ook daarop bouwden wij graag een reactie. Ja, en dan de andere twee insprekers. De ene had het met name over de inrichting van de weg. En we hebben daar toch ook wel een soort van procedurele vraag over. Kan de wethouder aangeven of dit nou het stuk is? Of is het zo dat er inderdaad nog aanvullende stukken komen aangaande het ontwerp van de weg en andere ontwerpstukken? En dan bij punt 4.8. Daar wordt gesproken over een luchtkwaliteitsonderzoek. Hieruit zou een positief effect blijken. Onze vraag die daaraan verbonden is, is dit resultaat ook meegenomen in het programma aanpak stikstof? Daarnaast hebben we nog een aantal aandachtspunten waar wij toch graag even de vinger op willen leggen. Allereerst het tegengaan van sluifverkeer. Dit zal vormgegeven kunnen worden door middel van het eerst aanleggen van kunstwerken en pas daarna over te gaan tot het afsluiten van wegen. Graag daarover nog even de mening van de wethouder. En dan de inrichting van de parallelweg. En dan sluit ik weer een beetje aan bij mijn collega's van de Partij van de Arbeid. Want ook wij zouden graag zien dat er aandacht komt voor fietsstroken. En ik weet, het klinkt wel ongeloofwaardig uit mijn mond, maar ook ik wil graag aandacht voor de fietsen. Want wij zouden graag zien dat daar enerzijds een soort van rode strook komt, maar enerzijds de veiligheid bevordert. Maar we willen ook graag dat er geen gebruik gemaakt wordt van verkeersdrempels. Dit om de doorstroom van landbouwverkeer te bevorderen. Althans, niet te hinderen. En dan, en de insprekers hebben daar ook al regelmatig over gesproken, dat zijn de lichtverblindingseffecten. Ook daar zouden wij graag de aandacht voor willen hebben. En ook daarover zouden wij graag de mening willen hebben van onze portefeuillehouder. Maar dan hebben wij ook nog een aantal technische vragen gesteld, die inmiddels zijn beantwoord door het ambtelijk apparaat. Deze vragen hadden met name betrekking op bodemverontreiniging. En we zijn blij dat de getoonde onderzoeken hebben uitgewezen dat een bodemverontreiniging zoals die zijn gesignaleerd, dat die geen effect hebben op de uitvoering van de plannen. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Dan tot slot, voorzitter. Ik wil namens het CDA Hardenberg toch nog even opmerken dat wij bijzonder verheugd zijn met het feit dat er nou eindelijk is een goede oplossing is gesitueerd ter hoogte van Sportpark De Boshoek. Dit gevaarlijke punt zorgt op de dag van vandaag nog steeds voor erg gevaarlijke situaties. En we zijn erg blij dat daaraan een einde lijkt te komen. En daarmee ook een einde aan mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brink. Ik kijk even naar de wethouder of hij een schorsing nodig heeft. Heeft hij niet. Heel goed. Ik geef het woord aan wethouder Jansen.
Ik dank u wel. Er zijn een hele lijst vragen. In de eerste plaats hebben een aantal fracties gezegd, eigenlijk de meeste wel, van eindelijk de 34 na zoveel jaren. De heer Brink zei al, 2006 is het begonnen. Toen ik startte als wethouder was dat een van de eerste dingen waar ik al mee bezig moest, omdat die toen liep. En dan heeft het heel erg lang geduurd, wat mij betreft veel te lang geduurd, voor we eindelijk hier staan. Maar ik vind het in die zin wel een te memoreren moment dat je nu op het punt staat je bestemmingsplan vast te stellen. We hebben twee keer een ontwerp gehad. Het voorjaar 2014 lag het ontwerp en vervolgens ging de provincie de besluitvorming over de 340 tussen Zwolle en Ommen veranderen. En moest het hele zaakje nog een keer over. En dat heeft uiteindelijk zo'n anderhalf jaar vertraging gegeven. Dat is doodzonde, zeg ik dan maar, van Hardenbergse kant. Maar het is goed dat we hier nu zijn. Het is voor de ontwikkeling van dit gebied buitengewoon belangrijk. Mevrouw Luiten zei het al, voor de inwoners, om vanuit dit gebied elders te kunnen komen en om van elders dit gebied te kunnen bereiken. Maar ook niet in de laatste plaats voor onze werkgelegenheid. Als wij onze infrastructuur niet op orde hebben, hoeven wij over regiofunctie niet meer na te denken en gaan we de krimp in, want dan gaan mensen vertrekken en dan gaan bedrijven vertrekken. Dat weten we allemaal. Daar hebben we ook met een heel aantal werkgevers over gesproken, en dat weet u. Dus in die zin buitengewoon belangrijk. En dan ben ik eigenlijk ook op het punt van mevrouw Luiten, die zegt ja, en dan wordt die altijd heel lastig, want het is een buitengewoon belangrijk algemeen belang. Maar algemeen belang en ontwikkelingen, en dat is een weg niet anders dan een woonwijk die je aanlegt, die raken altijd de belangen van een aantal individuen. En die moet je dan wegen. En dan moet je voor het algemeen belang soms iets doen. En dan zul je moeten kijken van, is dit nog te dragen voor dat particulier belang? Of moet ik iemand uitkopen? Dat is in een aantal gevallen gewoon gebeurd. Of moet ik proberen in goed overleg iets te regelen? Of in het uiterste geval moet je komen tot een soort rechtelijke uitspraak, een soort onteigening van, ja, nou, zo moet een derde er dan maar over oordelen hoe het moet gaan. Dat blijven altijd moeilijke processen en het blijft dan ook zo dat je niet altijd iedereen helemaal naar de zin krijgt. Van al die mensen die ingesproken hebben, en er is heel veel ingesproken en er zijn heel veel klankbordgroepen geweest en er zijn heel veel vergaderingen geweest en er zijn heel erg veel mensen langs het hele traject geweest die bezwaren hadden of die vragen hadden of die dit hadden, daar blijven er nu hier drie insprekers over die zeggen volgens ons is het bij ons niet helemaal goed gegaan. Dan kan je zeggen, dat is vervelend. Ik heb ook graag nul gehad. Ik heb ook graag gehad vlag en wimpel en weet ik wat allemaal. Maar dat kan bijna niet bij zo'n ingrijpende beslissing. En dan kun je ook zeggen, het is al fijn dat er heel veel is weggevangen aan de voorkant. Dat even als algemene opmerking. En wat hebben wij dan in het voortraject gedaan? De heer Brink die begon terecht bij 2006 bij de 11 à 12 miljoen waarvoor de provincie de N34 overnam van Rijkswaterstaat, waar Hardenberg de provincie overigens voor heeft gewaarschuwd. Dit kan niet voor dit bedrag. En toen zei de provincie nog, ja dat kan wel, moet je je niet mee bemoeien. En vervolgens zei diezelfde provincie bij monden van de geciteerde gedeputeerde, wij zijn zo ongeveer in het pak genaaid. Nou, daar hebben ze, zeg ik dan maar eerlijk, ook een beetje zelf aan meegewerkt. Wat hebben wij gedaan? We hebben inmiddels door onze aanhoudende inzet, en ik zou bijna zeggen door sleuren en tot bijna irriterend toe steeds maar weer voor de belangen van burgers opkomen, kunnen bewerken dat het totaalbedrag is opgewaardeerd naar zo'n ongeveer, dan moet ik even kijken, 54 miljoen ongeveer, alles met elkaar, wat het gaat kosten. En er zitten ook de voorbereidingskosten enzovoort bij. Met andere woorden, toen het begon was het, nou ja, we zullen bij de Kellerlaan een ongelijkvloerse kruising moeten doen en dan hebben we het ook wel ongeveer. Dan maken we vervolgens ongelijkvloers, dan kan je er bij de Witte Paal af, je kan er in Hardenberg op twee plekken af en je kan er in Gransbergen af en je kan er ergens richting Koeveren nog een keer af en dan is het ook wel klaar. En dan moeten de mensen maar omrijden. We hebben nu, voordat we in Hardenberg zijn, drie tunnels. We hebben voorbij Hardenberg nog de tunnel bij het Engelandse Bos. En waarbij de grote scheren er nog eentje. Met andere woorden, dat is er allemaal na die tijd
ingefietst door beïnvloeding vanuit dit gebied, door sterke beïnvloeding vanuit deze gemeente. Ik denk dat dit het dossier is wat me het meeste tijd gekost heeft als ik in al die jaren terugkijk. En door ook beïnvloeding vanuit het gebied richting de Staten. Ik zie nog dat wij rond de Statenverkiezingen met allerlei fracties bij het Engelse Bos en bij de overgang daar gestaan hebben van, kijk, hij moet er toch echt wel in. En toen waren er een aantal fracties die je vastleggen en toen werd na de verkiezingen van, ja, hij moet er dan toch nog maar weer in. Dat was de laatste die erin gefietst werd. Dus, is er veel gedaan? Nou, er is ongelooflijk veel gedaan. En in die zin ben ik ook echt wel blij met het resultaat. Heb je dan alles gekregen wat je wilde? Nee. Hij krijgt geen 10. Hij krijgt van mij ook geen 10. Maar ik krijg wel een dikke voldoende, want we krijgen een ongelijkvloerse stroomweg die de veiligheid enorm verbetert. En bij de Boshoek is inderdaad een hele belangrijke om maar eens te noemen, maar ook verderop richting het bos en richting het Gransbergse. Het is zo belangrijk dat we ongelijkvloerse kruisingen krijgen, dat we ook van de ene kant naar de andere kant kunnen komen op een veilige manier. Of het nou met de trekker is, of het nou met bewoners zijn die dat met de auto's kunnen doen, of dat je dat met de fiets kan doen. Die tunnels zijn vervolgens ook allemaal nog eens een keer weer een beetje breder gemaakt om het ook voor de fietsen nog weer veiliger te maken. Dus ik moet zeggen, er is wel heel veel gebeurd. Nou maar eens even naar de concrete dingen. Ook voor de fietsers bij de oversteken. De parallelweg van zeg maar Hardenberg richting Witte Paal, dat is dan wel de belangrijkste. Wat daar gebeurt, ja, eigenlijk zegt de heer Brink een dilemma wel, want ik wil eigenlijk geen drempels erin hebben voor het landbouwverkeer, maar ik wil het wel veilig hebben voor de fietsers. Uiteindelijk is ervoor gekozen om daar een nette weg van te maken, bij alle zijwegen een plateau, geen drempels neer te leggen, we leggen geen drempels, want dat zijn vervelende hiccups, maar plateaus, daar kan je ook met je vrachtwagens en dan kun je ook met je trekkers verkeer, je kan erop. Erop en dan de weer af, dat is beter als zo'n drempel. Leggen we plateaus en ik geloof er nog uit mijn hoofd op 1 of 2 plekken waar een erg lang traject is, nog een keer een plateau neerleggen met de bedoeling om te voorkomen dat we al te hoge snelheden daar krijgen waar ook fietsers zijn. Dat is wat er gebeurt daar specifiek voor fietsers en nog een keer, en we hebben een heel aantal tunneloverstekingen gekregen. Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ja. Meneer Jansen geeft aan dat er een aantal plateaus komen, maar die belemmeren de verkeerssnelheid niet. Want de auto's die zoeven er zo overheen. Maar dat is wel enorm lastig voor het landbouwverkeer. Dus ik zou gewoon het voorstel wat de heer Brink gaf, gewoon rode fietsstroken en geen plateaus en ook geen drempels. Dat zou ik toch graag willen voorstellen. Voor rode fietsstroken, een keer 1,5 meter, kijk maar hoe breed die weg is, dan hou je... Dan krijg je een heel raar effect. Dan heb je 2 brede rode fietsstroken en dan heb je een smal stukje weg waar je met de auto eigenlijk niet op kan. Zodat je met de wielen ook al sowieso op je rode fietsstroken ongeveer moet rijden. Dat suggereert wel heel veel veiligheid. Maar dan had je eigenlijk een net wat bredere weg moeten hebben, is het oordeel van de deskundigen die daarna gekeken hebben. We hebben de CROW daar ook nog eens een keer nadrukkelijk naar laten kijken. Want ik heb zelf het voorbeeld ook gegeven van, zou je het zo niet doen? Uiteindelijk is daar niet voor gekozen, is er toch voor gekozen voor een 60 kilometer inrichting. Overigens, of dat nog helemaal nog bij het bestemmingsplan hoort, dat is nog even de vraag. Maar is gekozen voor de 60 kilometer, duidelijk inrichting met een aantal plateaus erin, om daar toch het evenwicht tussen auto's enzovoort en fietsers te maken. Met andere woorden, dat blijft altijd een compromis. Ik zou niet willen adviseren om daar alleen rode stroken te doen en daar geen enkel plateau te leggen. Ze liggen er nu ook. Dus ik zou die echt niet weg willen halen, want dan krijg je toch dat het te hard wordt gereden. Dat is ook de ervaring bij een aantal andere wegen die we hebben, dat dat dan toch gaat gebeuren. Voorzitter, als er nog een keer maar, het is geen verkeersremmende maatregel voor auto's, zo'n plateau. Maar die zoeven er zo overheen. Het is ja, een enorm lastige obstakel voor landbouwverkeer. Ja, je zit hier met een compromis. Je kan daar zeg maar de 60 kilometer drempel doen van 8 centimeter hoog. Die kan je ook zichtbaar maken met witte kanten. Die zou je eventueel een andere kleur kunnen geven van let op mensen. Hier heb je een kruising en let op mensen, hier moet je niet zo hard rijden. Dat helpt allemaal wel.
Je kan hem ook zeggen, ik leg hem er voor 12 centimeter in en dan zit je zo ongeveer op een 30 kilometer verhoging. Alleen, en dan helpt hij met auto's wel hoor, dan ga je echt wel tegen het dak als je daar met 80 over gaat. Alleen dan krijg je toch een beetje de strijd met de volle melkwagen en al zulke dingen. Dus je zit hier te zoeken. Mevrouw de voorzitter, volgens mij hebben we het al over het bestemmingsplan. Nou, we zitten nu in de inrichting van de weg. Volgens mij zijn we iets te vroeg. Ik ben het eigenlijk wel met u eens. Ik heb het al geprobeerd aan te geven van dit doe je niet bij bestemmingsplan. Maar als ik vragen krijg, dan ga ik het proberen. Dat is dit verhaal. Maar het is, ik kan mij aan de andere kant wel voorstellen, mevrouw de voorzitter, dat expliciet hier aandacht wordt gevraagd voor de positie van fietsers. Het is een onderwerp wat in het land heel belangrijk is en ik kan me daar echt wel iets bij voorstellen. Ik ga naar de heer Rodemond. Ja, ook dat is de vraag. Ik snap uw vraag van kun je hem verbinden aan duurzaamheid? We hebben zelfs al eens een proef gedaan met bewegende dingetjes onder de weg en kijken of je op die manier elektriciteit kan opwekken. Nou, dat is bij een pilot gebleven. Er is blijkbaar in Den Bosch nu een pilot. Ja, met alle respect, die schermen kunnen we er ook neerzetten. Ook als de weg er bijvoorbeeld al 3 jaar is. Dus dat zou altijd nog wel kunnen. Dus we kunnen die ontwikkelingen wel even bekijken. Maar ik vind niet dat we die nu moeten koppelen aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Die gaat daar niet over. Die gaat wel over waar moet een scherm omdat er te veel geluid is. Dan moet er een scherm, of die groen is of geel, of wel met energie of zonder energie, daar gaat het volgens mij niet over. Meneer Rodemond. Haak ik daar even op aan, en met name op de laatste opmerking met uw welbevinden, voorzitter. We hebben een aantal insprekers gehad en ook in het voortraject ook al een aantal insprekers gehoord die toch echt hun zorgen uiten. U heeft ook in deze raad al gehoord dat deze zorgen best wel opgepikt worden, dus het momentum is wel daar wat dat betreft. Dus mijn vraag blijft staan. U heeft gelijk, als de weg er 5 jaar ligt, kun je toch schermen neerzetten. En welke schermen dat moeten zijn, daar kunnen we dan ook nog wel over praten. Maar als je dan met deze discussie ook de zorgen van de omwonenden adresseert, maar er tegelijkertijd winst uithaalt, lijkt mij dat een win-win situatie. En dus nogmaals mijn vraag, bent u bereid om in dit traject een dergelijke pilot mee te nemen? Daar ga ik, even heel sterk, daar zouden we een vraag kunnen stellen aan de provincie. Daar gaan wij als gemeente niet over. Wij moeten het bestemmingsplan vaststellen, wat door grotendeels de provincie zelfs is voorbereid. En de provincie moet de kosten betalen, omdat het provinciale grond een provinciale weg is. En die moet dan bepalen hoe en wat. Kijk, en als wij zeg maar met extra dingen komen, dan is het natuurlijk redelijk snel dat de provincie zegt, betaal maar even. Laat ik dan gelijk die vraag van meneer Brink maar even meepakken. Betalen wij 1 miljoen? Nee, wij betalen 4,5 miljoen voor deze weg. Dus nogal wat meer dan 1 miljoen. En daarnaast nemen we alle kruisende wegen met hele hebben en houden over in ons gewone wegenpakket. En dat doen we om niet. Dus er zit nogal wat geld in. Maar dan zal de provincie zeggen, u mag gouden tegeltjes, u mag alles hebben, maar dan moet u allemaal zelf betalen. Want we hebben nu wel, en dat heeft de provincie ook gedaan, nu een echt plafond neergelegd van dit mag het kosten en niet meer. En sterker nog, als het überhaupt hiervoor niet te maken is en moet meer, dan moeten wij daar ook aan meebetalen. Dat staat zelfs in de regeling. Nog een keer, meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ik snap uw opmerking. Natuurlijk is dat zo dat als je gouden tegeltjes zou willen, dat je die zelf moet betalen. Maar ja, goed, we zijn wel de gemeente met de zorg voor onze eigen inwoners. Dat staat wat mij betreft voorop. En als die zorgen bij de inwoners daar zijn wat betreft geluid, licht, gezondheidsklachten, et cetera, wat we allemaal dus hebben voorbij horen komen, dan zeg ik van dat kunnen wij dus adresseren met daarbij dus ook nog eens keer extra positieve maatregelen voor bijvoorbeeld diezelfde inwoners, omdat je een rendement kan halen uit die duurzaamheidsagenda. Wat mij betreft. Maar goed, dan nog blijft staan. Mijn vraag is helder, lijkt me. Ja, ik ging op het tweede deel in, dat u zegt van die energieleverende dingen. Van ja, daar is een pilot. Nou, laten we eerst eens even kijken hoe dat gaat. Want we hebben hier wel vaker pilots gehad. Het feit dat er her en der een geluidsscherm moet komen, omdat anders omwonenden te veel last van het geluid hebben, overal waar je over de norm heen gaat, moet wat mij betreft een geluidsscherm komen. En mijn indruk is dat dat hier in dit traject ook overal gebeurt. Er zijn
overal metingen gedaan. Er is overal gekeken waar neemt het toe, waar neemt het eventueel te veel toe. En daar zijn geluidsschermen neergezet. Dus sterker nog, na de eerste keer ter inzage liggen en toen de aantallen veranderden, is dat nog eens een keer weer bekeken van waar moet het. En dan zie je ook hier en daar een scherm nog een beetje schuiven naar de nieuwste inzichten. Dus zijn er daar waar schermen moeten, zijn er schermen? Naar mijn beste weten, ja, is dat overal gebeurd. Mevrouw Luiten. In aanvulling op wat ik net vroeg, bent u van mening dat de gemeente er werkelijk alles aan heeft gedaan om die overlast met dit soort schermen zo klein mogelijk te maken? Want u kunt mij zeggen, er komen schermen, dat hebben we ook allemaal gezien, dat geloof ik direct. Maar je hebt schermen en schermen en je hebt ook korven enzovoort, heb ik begrepen. Het is wat anders dan dat je zegt, ik zet er het minimale scherm neer wat ik moet neerzetten, of ik zet er een scherm neer waarmee de omwonenden zo tevreden mogelijk zijn binnen redelijke kosten. Nu ga ik een antwoord geven en dan kijk ik even over u heen naar een van de ambtenaren die daarachter zit om te kijken of ik het goede antwoord geef en of ik daarom onvolledig geef. Ik wil graag dat hij even knikt, dat klopt. In het bestemmingsplan regel je dat er schermen moeten komen die aan bepaalde kwaliteit moeten voldoen. En of die geel of groen zijn, dat regel je niet in het bestemmingsplan. Er komt hier achteraan nog een aanbestedingstraject en dan komt er iemand die dat gaat winnen en dat wordt toch ook een design- en constructverhaal die dan gaat kijken hoe je dat op de meest handige, goede manier kan doen. Altijd voldoende aan de normen waar hij aan moet voldoen. En met andere woorden, het bestemmingsplan regelt niet of het nou een scherm moet zijn van glas of van steen of van korven. Maar die regelt wel dat er eentje moet staan die aan bepaalde eisen voldoet, zodat het geluid niet verder gaat. Maar begrijp ik daaruit dat bijvoorbeeld het verhaal van meneer Lange, die betwist dat hier de juiste zuivers zijn gebruikt. En dat dat met name gevolgen zal hebben, zo heb ik het in ieder geval begrepen, voor de geluidsoverlast en dus de maatregelen die je daarvoor moet nemen. Dat gesprek dus eigenlijk pas in een later stadium wordt gevoerd? Nee, want je moet wel nu in het bestemmingsplan je geluidniveau goed regelen, je vervuiling, zeg maar, je fijnstofniveau, akoestisch en dat moet allemaal nu wel goed geregeld zijn. En dus moet je nu wel je plan hebben. Hoe moet die ingericht, wat voor afstand moet je gebruiken, waar moet wel en niet een scherm komen te staan om te voorkomen dat mensen te veel last hebben. Dus dat moet nu wel goed geregeld. Daarom heeft de bestemmingsplan nog altijd een luchtverhaal, een geluidsverhaal. En dus is meneer Lange hier nu op het goede moment. Maar daar wil ik straks graag nog een paar dingen van zeggen. Dat is een moeilijke vraag van meneer Bak over de toekomstige ontwikkelingen van geluid. Je kan nu al zien ten opzichte van een aantal jaren geleden dat geluidsreducerend asfalt al een stuk beter is dan een paar jaar geleden. En dat daar wel hele strenge, snelle sprongen worden gemaakt. En je weet ook dat ze met banden bezig zijn. En je weet ook dat ze met motoren bezig zijn. Maar wat dat in 2028 voor consequenties heeft, dat is een lastige. Maar dat daar het een en ander gaat gebeuren, dat is heidwaar. Kijk alleen maar wat er de laatste 5 jaar is gebeurd. Neemt niet weg dat wij vandaag met de kennis van nu en met de cijfers van nu een beslissing moeten nemen en het zo moeten doen dat we binnen de normen blijven. En mijn stelling is dat het hier gebeurt. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Misschien iets meer duidelijkheid verschaffen in wat ik zojuist wellicht heb nagelaten. Eén is van, heeft u daar in uw besluitvorming rekening mee gehouden? Dus heeft u rekening gehouden met een tendens die wellicht mogelijk is? Dan wel is in het onderzoeksrapport rekening gehouden, in het akoestische rapport, met, omdat we dat ook niet inzichtelijk hebben gehad, met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Want dat zou een verklaring kunnen geven voor de afwijkende cijfers genoemd worden. Laat ik dan die eerst maar noemen. Wij hebben het gedaan met de wet en regelgeving zoals die nu gelden voor geluidonderzoek, voor luchtonderzoek, voor stofonderzoek enzovoort. Dus daar heeft de wet en de regelgeving heeft daar bepaald hoe je dingen moet doen. Dat kan je, die regelt ook hoe je dat dan in een verkeersmodel moet doen. En het verhaal wat u ook heeft kunnen lezen is dat het voor een verkeersmodel is gekozen, omdat je niet alleen met de N34 rekening gaat, maar ook met al die andere wegen rondom, waar je niet altijd de precieze telling in hebt. Nou, dan krijg je dus een
wettelijke en in regelgeving vastgelegde methode om daar een verkeersmodel van te maken. Nou, het verkeersmodel 2014 geactualiseerd. Cijfers van 2013, dat klopt. Daar is dan een model van gemaakt en er zijn ook tellingen. En nou, even vanaf mijn gegeven zeggen van daar zit iets van 1% of 6% verschil in. Meneer Lange zegt van nou, ik kom tot 10%, 10,5% heel precies. En dat is het verschil, ja. En hij zegt ik wil op werkdagen rekenen, maar jullie rekenen op andere dagen. Ja, dat is allemaal in de wet vastgelegd hoe je dat moet doen. En daar hebben we ons gewoon aan te houden. En daar hebben we ons ook aan gehouden. Niet alleen in Hardenberg, maar daar hou je in het westen aan, daar hou je in het zuiden aan, daar hou je in het noorden aan. Dat is wat wij in ons land hebben afgesproken. En dat is denk ik het principiële punt met meneer De Lange. Als die zegt, maar ik wil het graag op een andere manier geregeld hebben. Ja, dan moeten we in de Tweede Kamer zorgen dat er een andere wet wordt aangenomen die dat anders gaat regelen. Dat is een beetje het lastige. Maar dan maakt dat dan veel uit. Ik heb daar nog eens wat navraag naar gedaan. En dan is het verhaal bijna van, ja, maar of het nou 6% of 10% is, je moet wel zo ongeveer 50% meer doen om 2 decibel qua geluid meer te krijgen. Met andere woorden, die verschillen zijn dan nog redelijk minimaal. Dus dan nog, ook al ga je mee met wat meneer Lange zegt, dan zijn die verschillen dus nog niet groot. Met andere woorden, voorzitter, dit model staat voor zover. Ik zou wel graag willen dat de wethouder hier toch wat dieper op ingaat. Want volgens mij ging de heer De Lange daar ook heel nadrukkelijk op in. Over wat er gezegd is en wat er zeg maar geschreven is rondom de effecten. En ik vind dat de wethouder nu wel erg gemakkelijk overheen gaat. Over die de effecten, ach, dat valt wel mee. Nou, als ik zeg dat je voor 2 decibels 50% toename moet hebben. En we hebben het over, even in het verschil, tussen 6% of 10,5%. Dan is dat verschil dus niet groot. Maar de heer De Lange gaf ook aan dat juist ook de verdeling van de voertuigbewegingen 50% verschil staat in de vrachtwagens. Ja, maar ik moet dat doen met een wettelijk vastgestelde regeling over een model. En die zegt, in heel Nederland doen we dat op deze manier. En op die manier hebben we dat gedaan. En dan mag je wel zeggen, maar ik wil graag vooral alleen de vrachtwagens. Het is heel legitiem. Maar je mag dat wel zeggen. Maar waarom moeten wij dat in Hardenberg doen en in de rest van Nederland niet? Maar voorzitter, bent u het niet met mij eens dat er een zweem van belangenverstrengeling in het akoestisch rapport zit? Want dat is toch opgesteld door de provincie? En de provincie heeft er toch belang bij om zeg maar te schrijven naar zo weinig mogelijk aanvullende voorzieningen die geluidsoverlast teniet moeten doen, want dan moeten zij betalen. En in die zin, denk ik dat als daar naartoe geschreven wordt, en die voor mij heeft dat die sfeer wel, ja, dat we eens goed achter de oren moeten krabben wat we met die tellingen moeten en kunnen doen. De uitgangspunten van meneer Lange en de uitgangspunten van het verkeersmodel, die zijn verschillend. Meneer Lange zegt in wezen van, je moet het verkeersmodel aan de kant leggen, je moet gewoon maar echte tellingen gaan doen. En ik heb net uitgelegd dat het verdelingsgebied rond de 34 veel groter is dan de 34 alleen. En dat je een aantal wegen hebt waar je wel tellingen hebt en waar je niet tellingen hebt. En dat je dan een model gebruikt. Dat doen we in heel Nederland, dat hebben we hier gedaan. Met andere woorden, dan kom je tot deze oplossing. En nog een keer, of het nou 6% of 9% is, dat maakt hem niet eens al te gek veel uit. Maar ik wil u wel toezeggen om, want anders, ik wil ook niet in een weleens of niet een spelletje komen, om nog eens even in de notitie voor de volgende behandeling in de gemeenteraad, dus even dat geluidsverhaal nog netjes overeind te zetten. Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Nee, ik wil graag eerst het woord geven aan meneer Odink en daarna mag u, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad ook die vraag gesteld, zeg maar ook in reactie op wat De Lange gaf. En u gaf dat net ook aan. Met de kennis van vandaag en met de cijfers van vandaag moeten er besluiten genomen worden. En dat pleit er in mijn beleving ook extra voor om misschien met de cijfers van vandaag, ook voor wat betreft de verkeersintensiteit en ook de akoestisch onderzoek, om dat nog eens een keer op die manier tegen het licht te houden. Nou, ik zou er niet voor pleiten om nu nog eens een keer weer opnieuw onderzoek te doen, want dan gaan we nog de boel eens een keer weer met een half jaar verlengen. Dat lijkt me niet handig.
Ik kan, om nog maar eens een andere grove ernaast te leggen, wel zeggen dat wij aan de Overijsselse kant met wat meer verkeer rekening houden dan de Drenten denken vanuit de Drentse kant. Want die hebben natuurlijk voor hun deel ook cijfers. En die van ons gaan van meer verkeer uit. Dus met andere woorden, ook dat is een zo eentje waarvan je zegt, die geeft alweer aan dat wij niet naar minimale dingen toerekenen. Ik wil nog wel afstand nemen van de opmerking van meneer Dogge. Die zegt, het lijkt er wel op dat er naartoe gerekend is. Dan daag ik meneer Dogge nu uit, ja, dat hoef je niet nu op dit moment te doen, maar om te zeggen, dat is een insinuatie en die moet je hard maken of die moet je terugnemen wat mij betreft. Want ja, in politiek mag je alles zeggen. Maar dat lijkt erop alsof je met twee maten meet en alsof je expres dingen verkeerd doet. Daar wil ik bij wegblijven. En twee, een provincie kan het zich ook niet veroorloven. Want je wil niet voor de rechter nat gaan. Dus daar heb je dus ook gewoon niks aan. Je hebt er nu alles, dat laat je dus ook door gerenommeerde bureaus doen. Die moeten het netjes neerleggen. En het is niet een verhaal van, nou laat maar even proberen alles onder tafel. Daar wil ik heel ver bij wegblijven. Meneer Bakker, mag ik u zo meteen? Nee, ik wil graag eerst meneer Bakker het woord geven, had ik beloofd, en daarna mag u mevrouw Baarslag. Dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan de portefeuillehouder. Het hele verhaal van het verkeersmodel, dat begrijp ik. Maakt niet dat er toch een verschil zit, en als het nu 6% of 10% is in de berekeningsmethode. Dus ik wil de vraag eens anders aan u stellen. Bent u bereid om de berekeningsmethode die gehanteerd wordt door de inspreker, dat als norm te hanteren voor de maatregelen die genomen worden? Zonder aanvullend onderzoek? Nee. Omdat ik niet weet waarop dat gebaseerd is en omdat ik hem nu staande hier niet kan narekenen. Dus daar ga ik me niet op vastleggen. Ik heb wel toegezegd dat wij de komende week nog eens even netjes die boel op rij zullen zetten. Want ik ben ook geen geluidsdeskundige van huis uit. En daar u de komende week, ik denk dat u over een week zou moeten hebben, dan eens even de feiten op rij zetten. Mevrouw Baarslag. Ja, voorzitter, wat ik niet zo goed begrijp is, u zegt nou wij gaan uit van het cijfermateriaal van een paar jaar geleden. En de huidige cijfers zijn er ook, heb ik gehoord. Meneer De Lange zegt, je kunt het er zo ophalen. De ambtenaren van de provincie zeggen ook zelf van, wij hebben het zelf geadviseerd om het huidige cijfermateriaal te gebruiken. Als het nou niks uitmaakt, waarom gebruikt u dat cijfermateriaal dan niet? Ja, maar ook daar zit weer de suggestie in, hè, van dat het allemaal zo is. Terwijl meneer De Lange dat hier zei, zaten daar twee mensen nee te schudden. Van, zo was hij niet. Nou, ik ben daar niet bij geweest. Ik kan dat niet doen. Ik moet het doen, en daar gaat het om, hebben wij de goede cijfers gehanteerd, hebben wij het model goed gehanteerd en hebben wij daar de rechte uitkomsten uit. En als dat zo is, dan doen we het net zoals we het in het hele land doen en dan hebben we het goed gedaan. En dan zeg ik er ook nog een keer bij, en dan hebben wij met hogere aantallen gerekend dan er volgens de Drenthe overheen zullen gaan. En dan zit er nog een vooruitzicht in naar 2028. Ja, en ik weet echt niet of, dus met die toename is rekening gehouden. Haakt het hierop in, meneer Rodemond? Okay. Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Ik zal het woord geven aan meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik probeer het ook weer eens via een andere route. Kijk, we hebben dus meerdere cijfers. Dat blijkt. En dan is mijn vraag, want we komen elkaar hier en daar wel tegen in deze raad. Bent u dan bereid om in ieder geval meerdere scenario's even te schetsen als u dan toch komt tot bepaalde berekeningen? Want kijk, het scenario van de provincie is er één en het scenario van meneer De Lange is er één. En als we die dan kunnen wegen tegenover elkaar, nadat er goed is gekeken van dat kloppen die cijfers überhaupt ergens wel. Kijk, dan hebben we in ieder geval iets om over te praten. Als één van beide zetten cijfers niet kloppen, kijk, dan hoeft het voor mij niet. Maar zoals ik hem nu hoor, zijn het gewoon meerdere scenario's die mogelijk zijn. En dan moeten we niet gaan shoppen van dit is degene die ons nu even het beste uitkomt. Dat hoor ik u ook zeggen volgens mij. We moeten gewoon goede cijfers krijgen. Dat hebt u mij niet horen zeggen. U hebt mij horen zeggen, nee, maar ik maak hier toch ernstig bezwaar tegen. Want dit is insinuerend. Ik heb nadrukkelijk gezegd dat wij uitgaan van een wettelijke en in regelgeving vastgelegde methode hoe je zulke dingen hoort te doen. En dat doen we in heel Nederland. En dat doen we hier ook. En als ik dan, en ik heb
om even een vergelijking te maken, om te zeggen van, is dit dan proberen zo goedkoop mogelijk uit te komen? Dan zeg ik ook nog een keer, de Overijsselse cijfers liggen hoger dan de cijfers die de provincie Drenthe aanlevert over, want die zijn, we gaan in Coevorden gaan we naar Drenthe over, dan die de Drenthen hanteren. Met andere woorden, we hebben het ook nog niet zo simpel mogelijk proberen te doen. Als je die zou hanteren, zou je lager uitkomen. En daarvan hebben we gezegd, nou, we liggen dicht bij elkaar, maar we houden toch maar even onze eigen aan. Meneer Dogger? Dus, voorzitter, ik heb niet zoveel zin om allerlei scenario's te doen, daar waar wij in ons land hebben afgesproken hoe je zulke dingen doet. En ik vind, daar moet je aan houden en je moet controleren of dat klopt. Volgens mij is het duidelijk, inmiddels drie keer wat mij betreft, meneer Dogger. Als u niet hetzelfde gaat vragen, vind ik het goed. Nee, ik vraag nooit hetzelfde. Ik begrijp heel goed dat je voor dergelijke onderzoeken waar we nu mee te maken hebben, akoestisch rapport, dat je daar met modellen werkt. Tuurlijk. Alleen, wat ik niet begrijp, is als de werkelijkheid afwijkt van een model, dat je dan de werkelijkheid gaat aanpassen aan het model. Dat is toch de omgekeerde wereld. Dan ga je toch de werkelijkheid, je toetst een model aan de werkelijkheid. En als de werkelijkheid afwijkt, dan ga je je afvragen van, kan ik met dit model wel werken? En hier wordt precies het omgekeerde gedaan. Hier wordt de werkelijkheid aangepast aan het model. En dan begrijp ik het niet meer. Dan is het... De wethouder mag hem beantwoorden, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dit dezelfde vraag. Ik heb de wethouder horen zeggen, als ik zo vrij mag zijn, wij zijn wettelijk verplicht met een bepaald model te werken en dus doen wij dat. En ik begrijp uw vraag wel, maar het is in andere bewoordingen wat mij betreft dezelfde vraag die nu voor de vierde keer gesteld wordt. Ik weet niet of u er nog op in wilt gaan, maar u mag hem ook laten gaan. Ik denk dat het handig is dat wij gewoon eerst even onze notitie maken. Maar anders, ik denk dat we anders in de wellicht-niet-verhaaltje komen. En ik wil ook meneer Lange recht doen, maar die heeft ook zijn eigen belang bij. Ik wil graag minder geluid hebben, dus ik wil graag die methode proberen te doen die ervoor zorgt dat ik dat voor elkaar krijg. Dat mag, dat is heel legitiem. En waarbij... Maar daar zit deze naast. Nou. Zal ik daarmee het geluid even afsluiten? Ja, als u heel even... Ja, want en ik heb u een notitie horen toezeggen in zaken akoestische gegevens of aantallen. De aantallen die gebruikt zijn, laat ik het goed zeggen. Mevrouw Van den Hoek had volgens mij nog een vraag, of inmiddels niet meer? Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik had toch behoefte om me enigszins te mengen in de discussie, maar niet over die aantallen. Mijn vraag is volgende. U heeft aangegeven dat u zoveel mogelijk in de loop der jaren eruit heeft gesleept wat wij nodig zouden hebben, wat past bij onze behoeftes. Heeft u daarin volledig het plafond bereikt of is even los van wat wij moeten bijdragen nog ergens marge voor u te vinden? Want als wij volgende week of naar de fine-tuning na de bestemmingsplan toch met zaken zouden komen, heeft dat nog zin? Dan moet ik mij verplaatsen in de gedachtenwereld van een gedeputeerde. En dat is een grote stap, moet ik zeggen. Maar ik zou het volgende willen zeggen. Alles wat u bovenwettelijk vraagt, mag u allemaal zelf betalen. Want de grens is daar wel bereikt met wat wij gevraagd en inmiddels gekregen hebben. En via de politieke weg afgedwongen hebben. Op enig moment zijn wij alles ergens rupsje nooit genoeg genoemd. Voorzitter, mag ik daar nog even iets over zeggen? Kort. Dat betekent dus dat in de vervolgstappen dat u ons eigenlijk adviseert om nou niet met kosten, met bedragen en eisen te komen die dat onder druk zetten. Ik heb maar één advies voor u. Nou, misschien valt die twee dingen uit elkaar. Van, zorg dat u de snelheid erin houdt. We hebben vanaf 2006 gewacht en dit gebied heeft duidelijkheid nodig. Dat was over de 340, zo waar u uitvoerig over geroemd hebt en die daar ook... Zo'n bestemmingsplanprocedure heeft doorlopen waar ook individuele bewoners waar die zeggen ja maar. En dat is altijd, en dan ben ik weer helemaal terug aan het begin, de akelige afweging tussen het algemeen belang en het individueel belang. Dat is het eerste, van we hebben snelheid nodig en schiet alsjeblieft niet in de vertraging. Daar waar wij al jaren tegen de provincie zeggen, schiet nou toch eens een beetje op. Het zou toch raar zijn dat wij... Nadat hij tot twee keer toe ter inzage gelegen heeft. Nadat u zelf over het onderwerp ook gesproken heeft. En gezegd hebt, ga hem zomaar ter inzage leggen.
dat u nu zou zeggen, en nu gaan we nog eens met z'n allen op de rem trappen. Dat zou ik wel het slechtste signaal vinden wat we als Raad van Hardenberg vanuit Noord-Overijssel nu zouden kunnen afleggen. En twee, denken wij dat we er nog veel uit kunnen halen? Nee, we hebben het laatste eruit gewrongen. En een van de allerlaatste was denk ik de tunnel bij de Lentsdijk voor Reserveen. Dan ga ik nog even verder over Holtone, de zienswijze Takken de Jong. Ja, dat is een bijzonder. Mijn mond viel open. Dan ga je in de loop van 2014 daar een huis kopen, terwijl in het voorjaar 2014 de hele boel ter inzage heeft gelegd, terwijl wij al vanaf 2006 bezig zijn met die weg, en dan weet je het niet. Terwijl je denk ik toch een informatieplicht hebt. En dan zeggen, ja maar ik heb gekeken, en dat is goed hoor, naar het bestemmingsplan 2011. En dan zou ik denk ik als bewoner ook zeggen, ik wil heel graag dat u zich houdt aan de bestemmingsplan 2011 zoals het daar lag. Maar sinds 2011 heeft de wereld echt niet stilgestaan. En meer kan ik daar niet van zeggen. Dan vraagt mevrouw Baarslag nog iets over de inspraak van meneer Timmer. Is dat helemaal niks gewerkt? Jawel. Jawel. Het verhaal van de Ingrid staat erin. Alleen dat regel je niet sec in het bestemmingsplan. Maar er wordt wel toegezegd dat we dat gaan regelen met de aannemer. En nog een keer, en over hoe je dan precies... Er staat wel weer waar je dingen moet doen, met afrastering of met geluidsschermen. Maar of die nou van stenen moeten zijn of van iets anders, dat regel je niet in je bestemmingsplan. Dan ben ik bij meneer Brenk. Ja, de vierbaan zit er helaas niet in. Ik zou het wel willen, helemaal tot Hardenberg, maar we krijgen hem in ieder geval tot aan onze provinciegrens. Blijkbaar heeft Drenthe wat meer geld, als je dan ook kijkt naar wat in Drenthe nog meer gebeurt. Kijk bijvoorbeeld maar ten zuiden van Assen of kijk maar naar de centrale as in Friesland. Dan heeft Overijssel blijkbaar daar wat meer moeite mee. Het viaduct Ane is inderdaad een compromis. Die is niet zo breed dat je daar... Kijk, in zijn algemeenheid zet je een 100 kilometer weg, die kan er bij Ane over. Maar heb je daar een brede strook naast... En daar is die strook smaller, omdat viaduct niet breder is. En dan had je moeten zeggen van, viaduct eruit, nieuw viaduct erin. Nou, dan komt er nog een keer zoveel miljoen bij. En dat kon de Bruine even niet trekken. Dat hoeft niet als flessenhals te fungeren, want die weg kan er wel door. Zo heb ik het begrepen. De Menen, de Beltmansbrug. We hebben daar een en andermaal over gesproken in het verleden. De Bruine gaat het niet trekken. Meneer Van den Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Kan de wethouder aangeven hoe lang als de levensduur nog van dat viaduct is? Lang genoeg om hem voorlopig te laten liggen, want die keuze is gemaakt. Hoe lang precies, weet ik niet, maar we hebben in het verleden die discussie wel gevoerd. En ik denk dat, nou, ik denk dat die er over 15 jaar nog wel kan liggen. Want er is nog geen metaalmoeheid, om het zo te zeggen, en geen betonrot. In die zin dat die weg moet. Ik geef onmiddellijk toe dat mijn geheugen mij soms wel eens in de steek laat, maar... Ligt mij bij dat de provincie op dat moment toen een keer heeft gezegd in een focusgroep dat het ongeveer 10 jaar was. Ja, maar wat in de berekeningen staat en wat in de werkelijkheid staat, is soms wel eens heel verschillend. Volgens de, om eens een heel ander voorbeeld te noemen ja, nee, maar je hebt een planning over herinvestering en nieuw. En tegen de tijd dat die tijd voorbij is, dan ga je wel eens kijken van, moet het nu of niet? Om als hele rare te doen, als u teruggaat naar richting Gronsbergen en u komt bij Saul Mulder, dan staat daar een VRI die volgens onze berekening 5 jaar geleden vernieuwd had moeten worden. Maar volgens het model kon hij nog 5 jaar mee, die verkeersregelinstallatie, maar de werkelijkheid is 10 jaar. Maar dit is volgens mij bezijden wat hier nu besproken wordt, dus maar laten we dit even voor wat het is. Nee, maar om een voorbeeld te nemen, maar kort gezegd, de levensduur is nog lang genoeg om het nu niet aan te pakken. Akoestisch rapport lag er denk ik niet bij, maar als iemand hem in wil zien, dat kan altijd. Is dit nu het stuk? Nee, er komt dus nog een design en construct aanbesteding, waarbij wij de aannemers uitdagen om het beste te leveren, wat ze kunnen leveren binnen de goede prijs.
Maar, sorry mevrouw de voorzitter dat ik even onderbreek, maar is het dan ook zo dat bijvoorbeeld een insprekend zoals hij hier vanavond stond dan ook nog gelegenheid heeft om daar nog iets van te vinden? Of is dat tijdstip nu wel daar? Want ik begreep ook als ik even afgaat meneer Mulder van ja, een bestemmingsplan, daar spreken we nu vanavond over. Wellicht komt de inrichting later nog aan boord. Is daar tijd voor of is, nu, dat, is daar nee, geen tijd nee. voor? Als je het over geluidsniveaus enzovoort hebt, dat moet je nu regelen. Want dat doe je wel in het bestemmingsplan. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer over de korven en dergelijke, over de echte de inrichting van de weg, zeg maar. Ik heb het niet over geluid. Dat, even moeten vervalsen. Mij is dat grotendeels een verhaal nu tussen aannemer en provincie en omgeving om dat goed te regelen. Maar waar uiteindelijk, denk ik, het totaalplan wat gekozen wordt, leidend zal worden. Mag ik even, want ik hoor u denk ik en ik weet het niet helemaal zeggen, kunt u dat in uw notitie die u heeft toegezegd niet gewoon meenemen? Ja hoor, dat wil ik met alle plezier nog even meenemen. Is dat goed meneer Link? Ja, dat lijkt me wel heel verstandig om dat te doen. Okay. Pas geregeld, Parallelweg hebben we het over gehad, Boershoek hebben we het over gehad. En over de uitvoering, hoe we dat dan precies moeten gaan doen. Dat wordt een kwestie van omgevingsmanagement. En omgevingsmanagement is een van de punten waarop een aannemer wordt beoordeeld hoe die zijn werk uitvoert. Dat wordt niet in een bestemmingsplan geregeld. Dat is een kwestie van straks uitvoeren. Dan ben ik er door. Ik kijk even rond of mensen dat gevoel ook hebben dat hun vragen beantwoord zijn. Dat lijkt wel zo. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Brink? Meneer Brink? Mevrouw de voorzitter, dank u. Ik heb één kleine vraag nog en dat heeft niks te maken met geluidsnormen, want daar is volgens mij wel voldoende over gezegd. En over tellingen uiteraard ook. Waar ik nog wel een vraag over heb, dat zijn de schermen, want dat interageert me nog wel. En een scherm, een geluidsdempend scherm is natuurlijk een mooi instrument waarmee je wellicht een hoop discussie kunt weghalen. De portefeuillehouder heeft een notitie toegezegd die wij uiteraard toejuichen. Daar hebben we zo straks ook nog even weer iets over gezegd. En wat ik eigenlijk zou willen vragen aan de wethouder is, zou hij in die notitie ook op kunnen nemen wat het zou kosten om ter hoogte van de gehele Maaslanden, dus Maaslanden 1 en Maaslanden 2, om daar een geluidsscherm te plaatsen. Of hij die kosten in een notitie mee zou kunnen nemen. Want als de provincie geen geld meer heeft voor nog extra middelen, zouden wij als raad dan in de gelegenheid gesteld kunnen worden om zelf de afweging te maken of wij daarin zouden willen investeren of niet. Zo houden wij enerzijds een leefbare woonwijk of een leefbaardere woonwijk, moet ik wel goed zeggen. En anderzijds dan kunnen wij als raad kunnen wij zelf de afweging maken om te kijken of wij daar geld voor over hebben en zo ja, hoeveel. Tot zover. Voorzitter, aanvullend daarop ongeveer dezelfde vraag, maar ik heb die vraag natuurlijk gesteld in de eerste termijn met daarbij de aandacht dus voor dat duurzaamheidsaspect. Ik zal zodra wij dat als partij hebben ook wat nadere informatie over die proefperiode aan u allen doen toekomen, maar niettemin, ik sluit me aan op de vraag met de toevoeging van het duurzaamheidsaspect. Mevrouw de voorzitter, dan stel ik vast dat meneer Rodemond inderdaad meer op de duurzaamheid zit en waarbij enerzijds ook delen dat stel ik ook vast. U heeft een vraag over gewoon schermen bij Marslanden 1, Marslanden 2, schermen ter voorkoming van geluid. Ja. En meneer Rodemond gaat een stap verder en die zegt ik laat u wat meer weten over duurzaamheid, maar ik wil toch graag weten wat het zou gaan kosten. Dat lijkt me een correcte conclusie. Ja. Mevrouw de voorzitter, mag ik daar nog één vraag aan toevoegen voordat de wethouder met zijn antwoord begint? Wellicht in overvloede, vast en zeker ten overvloede, maar de notitie over geluid komt, neem ik aan, voor de raadsvergadering waarin wij hierover besluiten. Dank u wel. Ja, maar anders hebben we mosterd naar de maaltijd. Ja. En graag ook nog zodanig probeer ik hem voor de raadsvergadering te krijgen dat u er ook nog wat van kunt vinden. Over het scherm bij Marslanden, ik weet niet anders, en ik kijk even weer, dat als je de tunnel uitkomt richting Glansbergen, dat daar een scherm komt, dat die geheel Marslanden 1 heeft en dat die wat lager verder gaat nog een heel stuk naar Marslanden 2. En dat dat, als je het heel precies wil weten, tussen een aantal kilometerpalen.
En dat heeft te maken dat Marslanden 1 wat dichter op de weg gebouwd is en dat Marslanden 2 er wat verder bij weggaat. Dus als u denkt dat daar helemaal niets komt en dat wij misschien iets zouden moeten betalen, dat is dus niet zo. Er zit een heel stuk in. Nou, mevrouw de voorzitter, sorry dat ik meneer de portefeuille onderbreek. Maar dan ben ik toch een beetje in verwarring, want volgens mijn informatie loopt dat geluidsscherm tot aan de Klokkenbeul, de straat in de Marslanden. En daarna houdt hij volgens mij op. Dus, maar wellicht baseer ik mij nu op verkeerde inlichtingen, dat zou kunnen. Maar dan hoor ik dan graag. Gelezen in ieder geval, en ik heb ik nog geverifieerd, dat er een geluidsscherm is bij de Klokkenbeul richting de Uigenboersdijk tussen kilometerpaal, als je het heel precies wil weten, 32.980 tot 33.410. Dus op de meter nauwkeurig. Nogmaals, sorry hoor, maar nogmaals, want die detailtekening inderdaad, die geeft dat niet helemaal correct weer. Maar misschien is het wel goed om daar in de notitie even wat helderheid over te geven. En als er dan extra geïnvesteerd zou moeten worden voor zo'n geluidsscherm, dan graag ook een specificatie van hoe hoog die kosten dan daadwerkelijk zijn. Ik denk dat dat dan wellicht een suggestie is. Ik zal proberen een alinea aan die geluidsscherm te wijden. Verbeelding op beelding 2. Dank u wel. Rest mij de vraag of dit punt naar de raad gaat als bespreekstuk of als hamerstuk, maar dat lijkt me vrij duidelijk. Dat zal een bespreekstuk worden. Heel goed. Dan gaan wij over tot agenda punt 5 en dat is verlenging gemeentelijke garantstelling voor de lening Alfa College. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Stelpstra, meneer Dogger, meneer Reiling, mevrouw Luiten en mevrouw Baarslag. Begin ik bij mevrouw Baarslag. Voorzitter, ik kan er heel kort over zijn, want ik heb in het verleden een functie gehad als lid van de Raad van Toezicht. Dus ik was erbij aanwezig toen de lening verstrekt werd. Dus ik vraag er heel sumier wat over. Even de garantstelling in 2007 was 9,6 miljoen. Er zijn voldoende liquide middelen. Ik vraag me even af waarom moet er voor 5 jaar... een garantstelling komen. Waarom bijvoorbeeld niet voor 2 jaar? Want de organisatie staat er goed voor. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. 3 vragen. Wat is de achtergrond van dit verzoek? Het was oorspronkelijk korter bedoeld en het is al enkele malen verlengd. Wanneer verwacht het college dat de garantstelling niet meer nodig is? En als laatste, de risicoanalyse, tenminste die in het stuk staat, is vrij beperkt. Er zouden veel meer aspecten gekeken kunnen worden. Is dat ook gedaan? Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Luiten. Ik sluit er eigenlijk heel erg aan bij de vraag van meneer Stelpstra. Namelijk, als we dit toch elke zoveel jaar verlengen, kunnen we dat dan niet beter in 1 keer goed doen? Maar liever nog inderdaad dat het op een gegeven moment niet meer nodig zou zijn. Want ik neem aan dat we daarom ook maar voor 2 jaar zijn begonnen. Omdat we dachten dat het daarna niet meer nodig zou zijn. Oké, en meneer Reiling? Ja, ook ik sluit mij aan bij de vorige vraag. Er nog een paar erbij. De garantstelling wordt normaal gesproken afgebouwd. Waarom is dit in dit geval er niet gebeurd? Bij een garantstelling staan ook altijd opbrengsten tegenover. Zijn die er? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet? En wat ik me ook afvroeg was, waarom geldt voor de Alfa College deze regeling wel? En de Groene Wellen, is dat anders geregeld? Daar zou ik graag een stukje verduidelijking over willen hebben. En de motivatie, de reden van verlenging is om de continuïteit van het aandeel in het ROC Plus te continueren. Zo staat het in het voorstel. Dat vind ik wel een hele beperkte motivatie. En daarvan zou ik graag een betere motivatie willen hebben. En ik zou ook graag willen weten van als we het niet doen, wat dan de consequenties zijn. En wat ik me ook afvraag, volgens mij zit in de voorjaarsnota straks, of de kadernota, het ROC wordt in zijn geheel behandeld. Waarom nemen we dat dan nu niet in 1 keer mee? Dus zodat we het hele plaatje van het ROC in 1 keer kunnen invullen. Dank u wel, meneer Reiling. Meneer Dogge. Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanavond gezegd dat ik geen dubbele vragen zal stellen. Dus mijn vragen zijn al gesteld. Dus daar wou ik het bij laten. Hartelijk dank. Dank u wel, voorzitter. Je kan er een lang verhaal van maken en een korte. Ik zal het korte proberen. Het Alfa zit in het LOC en die wilden wij daar heel graag in hebben.
Het Alfa was toen nog een relatief kleine school, nog geen 700 leerlingen en die heeft nu 1800, 1900 leerlingen. Dat het Alfa daar zit heeft ons geen windeieren gebracht. Het helpt ons onze regionale positie nadrukkelijk neer te zetten met een hele stevige MBO. En het is een kernpunt in het LOC. Het Alfa heeft die lening van 9,6 miljoen bij de BNG. En die moet verlengd worden. En de BNG die wil dat wel voor een, en dat is waarom duurt het daar, goedkoop tarief. Want alle geld wat je niet in de lening en in de stenen hoeft te stoppen, kan je aan je leerlingen besteden. Nou, en de BNG zegt dat willen we wel, maar dan willen we dat de gemeente, net zoals de vorige keer, garant staat. En dan willen wij die goedkope lening geven. En dat willen ze nu graag voor 5 jaar. Nou. Wij hebben gezegd, dat willen we doen, want het risico is heel goed te overzien. Het pand is het, als het ware het onderpand. Nou, die hebben we dan. En het moet een publiek belang hebben. Nou, uiteindelijk gaat u erover of u dit een publiek belang vindt. Dat is aan de raad. Wij als college vinden het een publiek belang dat het Alfa daar zit en daar zijn werk goed doet. En die krijgt die garantstelling. Wij geven als vaker een garantstelling, ook wel aan de sport enzovoort. En we hebben niet de indruk dat we hier een groot risico lopen. Dus hebben we gezegd, dan moet je het dus vooral gaan doen. Alfa zit goed in zijn cijfers en het onderpand is heel erg veel waard. Dus we hebben niet het idee, meneer Stelstra, dat wij hier nog een hele uitvoerige aanvullende risicoanalyse bij zouden moeten doen. Ja, en ik weet niet wanneer het Alfa van plan is om deze lening af te bouwen. Dat kan ik u op dit moment even niet zeggen. Nou, en waarom hebben we nu het hele verhaal van het LOC, meneer Reiling, nu niet gehad? Nou, die zaak is gewoon nog niet klaar, maar die verlenging van die lening komt nu langs en die pakken we dus even separaat. Maar hoe wij met ons LOC om willen gaan en met de functies die erin zitten en met onze eigen positie erin. En u weet ook dat wij daar ook aan het LOC ook inkomsten hebben, we geven daar geld, ik bedoel, het kost ons geld, maar we krijgen er ook geld uit, er komt ook weer dividend enzovoort uit het geheel. Dus die hele discussie gaat nog komen. Ja, ik denk dat ik daarmee eigenlijk alle vragen wil gehad hebben. Voorzitter, u geeft aan, u heeft geen einddoel voor deze, of tenminste voor deze lening. Is bij u bekend. Zou het niet handig zijn om dat wel te hebben? Want anders kunnen we deze discussie over 5 jaar nog een keer voeren. Ja, dat zou best kunnen. Als wij daarmee het Alfa aan een, op een voor ons niet riskante wijze aan een goedkope lening kunnen helpen, zodat ze daardoor meer geld aan de lening kunnen besteden, zou ik dat graag doen. Nou, prima. Daarnaast geeft u aan, de huidige inschatting is dat er een vrij laag risico is. En er staat een goed onderpand tegenover. De wereld kan veranderen, dus de risico's kunnen ook veranderen. Dus in die zin zou ik toch wel enigszins mijn reserves hebben tegen het aangaan van dit soort leningen. Dus ja, ik ben toch wel een beetje benieuwd waarom het college toch een commerciële partij, want dat zijn ze in feite wel, toch dit voordeel geeft. Dus ik snap het algemeen belang van een sterke onderwijsinstelling. Maar ik heb nog wel enig moeite om dat te wegen naast de risico's die het op termijn zou kunnen opleveren. Dat is misschien ook wel de reden dat we niet zoals mevrouw Luijten vroeg dat voor eens en voor altijd even helemaal goed doen. Want dat je dat van termijn tot termijn ook elke keer even opnieuw bekijken. Zo. Dan wordt daar een insinuatie achter mij gemaakt die ik er helemaal niet in leg. Maar goed, die laat ik er ook maar even lopen. Denk ik van, laat ik het antwoord wat ik nog vergeten ben dan ook nog even geven en dan doe je het weer fout. Maar dat we dus per keer even bekijken. Maar even helder, dit is natuurlijk geen commerciële partij. Dit is een onderwijsinstelling die algemeen belang doet. En waar wij een hele hoop, let wel, het is voor Hardenberg buitengewoon belangrijk dat wij hier een bloeiend MBO hebben voor onze hele regiofunctie. En nog een keer, dat werkt ook als een tierenlier in dat gebouw, want in de korte tijd dat ze er zitten zijn ze van 700 tot 1800, 1900 leerlingen gegroeid. Voorzitter, ik mis nog wel een paar antwoorden.
Volgens mij heb ik gezegd net dat ik nog niet weet hoe het Alfa dat gaat afbouwen. Wij gaan nu eerst voorlopig voor 5 jaar weer verder. En dan zien we wel even weer. Over de opbrengst heb ik gezegd, de opbrengst is 1, dat er nu 1800, 1900 leerlingen zitten. Terwijl toen ze nog in de oude krotten zaten er maar 700 waren. En opbrengst 2 is dat wij ook dividend eruit halen. En dat wij een stuk continuïteit in het LOC hebben met het Alfa erin als hele grote partij. Dus dat is ons ook best wel wat waard. Dus daarmee hebt u de antwoorden. Zo goed, meneer Reiling. Nee, maar als we er een bespreekstuk van maken, kunnen we dan nog weer dieper gaan. Ik vermoedde al dat dat er sowieso in zou zitten. Dat dit naar de raad gaat als bespreekstuk. Wat mij betreft kan het als hamerstuk. Ja, ik weet ook niet wat ik betreft, zou de heer Reiling willen voorstellen om dan gebruik te maken van de tweede termijn. Ja, precies. Kunnen we het nu oplossen? Ja, dat zou ik dan ook willen voorstellen om er nog even een korte tweede termijn tegen aan te zetten. Zodat we het hopelijk als hamerstuk naar de raad kunnen doen. Dus wat is uw vraag, meneer Reiling, nog? Of uw vragen? Nou, mijn vraag is dat ik het vandaag als invaller dit stuk mag doen en het graag met onze financiële man zou willen bespreken. Dus. Voorzitter, zouden we dan ook kunnen afspreken dat het in principe een hamerstuk wordt, tenzij de VVD aangeeft dat ze het toch inhoudelijk wil bespreken? Want volgens mij valt er nog weinig over te bespreken. Goed voorstel, dank u wel, meneer Dogger. Laten we het zo doen. Dat is mooi. We zijn dan nu bij agenda punt 6. Dat is een hamerstuk, vaststellingsbestemmingsplan de Krim. Kan dat ook als hamerstuk naar de raad, is mijn vraag. Ja. Dezelfde vraag geldt voor punt 7, verantwoording fractiebudgetten. Ook als hamerstuk naar de raad, mooi. Dan ben ik bij de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niet. Dan zijn we bij de sluiting en dank u allen voor uw aandacht en bijdrage. Thank you.